Hoi en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe podcast. En ik heb vandaag de gast Shelly en Roxanne. En ik denk dat we het vooral veel gaan hebben over iets wat ons alle drie best wel veel bezighoudt afgelopen of komende tijd. En dat is natuurlijk baby's. Ja. Wij zijn in dezelfde week moeder geworden. Ja, ja. En jij, wanneer ben je uitgerekend? Eind april. Oh, echt al bijna. Ja, 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 ja. Zo echt spannend. Ja. Hoe was je zwangerschap? Goed. Ja, ik mag eigenlijk niet klagen. Ja, natuurlijk heb je wel die kleine dingetjes. Maar ik had me zeg maar voorgenomen. Het kan zijn dat je 9 maanden lang je helemaal kut voelt. Ja. Ja, dan is dat maar zo. Want ja, je kreeg wel een baby. Dus eigenlijk valt het me dus allemaal hartstikke mee. In het begin een beetje lastig wel met eten en zo. Maar, ja. Maar ik heb toch wel echt heel soort van iedereen zegt, ja, een vrouwenlichaam is ervoor gemaakt en zo. Maar dat ik denk, als er zoveel kwaaltjes zijn en zoveel moeilijkheden, dan denk ik, een vrouwenlichaam is er helemaal niet zo perfect voor gemaakt. Want er is best wel veel wat er dan alsnog verandert in je lichaam of een soort van bij komt kijken als in wat niet echt prettig is. Dus dan zeggen ze, ja, een man zou nooit een kind kunnen. Ja, een vrouw is er denk ik ook niet helemaal perfect op gemaakt. Dus zo. Er zijn toch wel, bijvoorbeeld, ik heb nu nog steeds, mijn blaas is echt nog steeds helemaal. Holy als ik spring, ik plas zo ik in mijn broek. Vaak in mijn broek. Hè? Ja. Ik word daar echt, het is echt gênant. Ik zit laatst gewoon bij Tyco in Amsterdam. Oh, ja, ja, zit ik wat te eten met Erik. Nou, dat is echt een luxe restaurant. En op een gegeven moment, ik moest gewoon hoesten. En ik plas zo in mijn broek. Maar weet je hoe gênant dat is? Dat maar is het dan nog niet helemaal weer... Nee, je schijnt dat je die bekkenbodemspieren moet trainen of zo. Maar dat heb ik nooit gedaan. Jij? Nou ja, ik misschien 5 keer een minuut. Ja, precies. Dat je denkt, oh ja, nu ga ik het doen. Ja. Zeg maar, nu hebben we het erover. Denk ik, oh ja, ik kan het nu wel even doen. Ja. Nou, dus gewoon samen knijpen, zeg maar. Oh, alleen dat? Alleen, het is echt, ja, als ik ga touwtjes springen, het komt er allemaal uit gewoon. Ik heb dat ook. Oh. En trampoline springen, dat is gewoon... Ja. Dat kan niet meer. Maar dat is toch gek eigenlijk, dat dan daarna niet meer kan. Dus je moet het daarvoor al trainen? Dus tijdens je zwangerschap moet je het al trainen, of niet? Volgens mij is het echt de bedoeling, als je bent bevallen, dat je dat echt... Ja, het klopt, is een soort, dat je die oefeningen doet. Volgens mij geef je kraamzorg dat ook wel aan. Precies. Van, oh, doe je nog een paar keer de oefeningen? Bij mij zei ze dat ook. Niemand doet dat, volgens mij. Ik heb het ook met mijn tepels, die zijn echt nooit meer gewoon geworden zoals ze ja, maar het waren. Is toch wel echt 9 maanden op 9 maanden. En het schijnt nog 12 maanden af te zijn zelfs. Ik heb het ook. Ja, want die van mij zijn ook echt groot geworden. En dat je denkt, Ja, maar dat is wel weer dat je lichaam dus echt zich aanpast. Dat is toch volgens mij... En het is letterlijk voor dat je baby soort van beter je tepels kan herkennen. Om te kunnen... Ja, toch? Het is op zich. En zo, het is iets heel bijzonders. Ik moet wel zeggen dat ik... wel echt veel kwalen had. Ik woog echt bijna 100 kilo en zoveel vocht. En ik ben nog steeds niet mijn gewicht kwijt, weet je wel. Dus ik voel me echt een soort walrus. Maar vind je dat echt lastig? Of, Jawel, maar ik merk ook gewoon fysiek dat het heel zwaar is. Ik ben laatst weer op tour geweest en dan sta je gewoon 1,5 uur te dansen en springen op het podium. Ja, ik ben gewoon helemaal gesloopt. Klopt, het doet echt zo. Lars zei laatst zeggen van, kijk nou hoe goed, joh. Na 6 maanden zie je er alweer zo. Maar voor jezelf voelt dat niet zo. Nee, je bent joh, echt je lichaam kwijt. Het is echt, volgens mij, 9 maanden op, 9 maanden af. Zeg maar, 9 maanden zwanger, 9 maanden ontzwanger. Maar goed, weet je, als ik er wel nu over nadenk, dan vond ik ook zwanger zijn wel weer heel leuk. Het gevoel echt van, het is echt van mij en... Ja. Van niemand anders. Ja. En ik en alleen ik voel zeg maar dit. En dat vind ik wel bijzonder. Ja, vind jij het moeilijk dat je lichaam verandert? Ja, ik vind het hoort echt bij mijn lichaam. Als je me misschien een paar jaar geleden had gevraagd hoe zou dat zijn. Dat lijkt me zo bijzonder. En nu is het heel bijzonder. Maar het is niet zo gek. Het gebeurt gewoon. Je groeit. Het is juist, het gekke is misschien nog wel dat... het niet gek is om zwanger te zijn. Ja. Omdat ja. Zo, het voelt gewoon, dit hoort zo. Klopt. Gewoon, ik had het ook wel. Ik vond het niet raar dat mensen zeiden van... Oh, je buik. Niet. Ja, nee, ik ben er elke dag bij. Ik zie wat er gebeurt, weet je wel. Ja. Alleen, ik weet niet, achteraf... Ik had ook heel erg dat ik dacht... Wat nou als je bent bevallen? Heb je dan een lege buik? Die soort van... Dat is echt zo'n raar idee, weet je wel. Maar dat is toch ook wel een beetje zo? Bij mij was het echt een soort slap... Ja, een, zak, een soort opgezette slappe zak. Ja, wat je dan... Nou, ook niet zo gek. Maar dat is toch zo raar eigenlijk, dat er niks meer in zit. Nee. Ja. En hadden jullie last van striën? Niet. Ik heb heel erg... Ja, ik weet niet jij, ik maar ook ik ook heel erg. Maar op het laatst pas? Ja, op het laatst, op het laatst. Eerst dacht ik van, dit gaat goed. Want iedereen zei, je moet blijven smeren. En ik dacht, blijkbaar hoef ik dat dus niet. Nee. Want het gaat supergoed. Nou, en toen op een gegeven moment wilde ik de onderkant van mijn buik zien. Dus ik pakte mijn telefoon erbij om zeg maar met de camera. En ik zag
een partij strepen. Niet normaal. Oh, echt? Je zag het zelf natuurlijk. Gewoon rode, dikke strepen. Ja. Niet echt, ja. Maar dat hoort maar er dan maar. Maar het schijnt ook genetisch te zijn. Hè? Ja, klopt. Want iedereen zegt, ja, smeren. Ja. Maar het is inderdaad ook... Ja. Maar mijn moeder heeft dus geen strié gehad. En ja, ook niet nu of zo, weet je wel. Nee. Dus... Ja, en dat is haar binnenweefsel, maar ja, het kan precies. Bij je vader zijn. In dat ja. Maar misschien slaat het wel, ik weet het fijne er ook niet van. Nee. Maar het is in ieder geval, door dat smeren alleen kan je... Dat nee, maar kan dat niet, is ook een, kan ja. Niet in die onderhuid, zeg maar. En jij? En heb jij al last van strié? Nog niet, maar ja, ik hoor dus van iedereen dat het allemaal gaat komen. Dus we zien het wel. Ja, maar ook dat omarmen dan, hoor, littekens, toch? Daarom, zo ja. Is het ook. Ik zeg gewoon, van daar heeft wel iets gezeten. Het is gewoon een handtekening van iets wat nu mijn grote trots is. Aan de ene kant dacht ik inderdaad echt van... Je lichaam verandert, maar aan de andere kant... Je lichaam is... Je bent letterlijk op de wereld om je voor te planten. Dus wat juist, maakt het letterlijk uit hoe je eruit ziet? Het boeit echt geen reet. Weet je wat ik nu wel eens besef? Nu Vender wat groter wordt... Dan kijk ik naar hem en dan denk ik... Holy shit. Jij komt gewoon uit mij. Ja. Dat vind ik zoiets bijzonders. Ja. Ik heb dat ook echt vaak. Dat ik echt denk... Oh mijn god, jij hebt gewoon in mij gezeten. Echt, nu lijkt het normaal. Alsof er wel een soort van meer een afstand is... dan toen je zwanger was. Want dan inderdaad, wat je net zegt... echt dat gevoel van jij bent van mij en van iemand anders. En nu is ze ook met andere mensen, zeg maar. Dus je bent niet meer de enige voor haar of zo. Dat gevoel. Dat heel is zo erg. Gek. Ja, bijzonder. En waar kijk je het meest naar uit? Naar de bevalling. Ja? Ja, echt. Ja, echt? Ja, oprecht. Oh, wat cool. Ik vind dat ik heb zoveel zin daarin. Zeg maar gewoon het hele, natuurlijk, het zal gaan pijn doen en dat is natuurlijk niet bijna uitkomt, maar het hele moment, dat hij, dat echt waar, dat is echt het moment waar ik naar uitkijk. Maar het moment van bevallen of het moment van baby krijgen? En... Alles bij elkaar, serieus, ik heb ook gewoon, je kan gewoon niet wachten tot de dag dat je wakker wordt en zo je vliezen breken. De alles erop en eraan, ik weet niet. Maar hoe kan je zo chill zijn? Heb je een cursus of zo gevolgd? Nee. Het is gewoon dit. Nee, helemaal niet. Ik ben er nog nooit bang voor geweest. Altijd mensen die altijd al zeiden, laat bevallen, stel je voor. Ja, ik heb zoiets van, jongens, het zal hartstikke pijn doen. Het zal echt niet relaxed zijn en ik zal misschien ook wel gillen en weet ik veel wat. Maar ja, je weet waar die pijn vandaan komt. Het is niet een pijn dat je denkt van, wat is het? Want nee, dat is zo. Ik ben wel iemand van, als ik niet weet wat iets is, dan kan ik me zorgen maken. Ja, absoluut. Maar nu weet ik, oké, ik ga een pijn tegemoet en dat hoort. Ja, ik heb daar nooit moeite mee gehad. Of die gedachten, nee, juist niet. Nee, maar dat is wel echt fijn, zin, hoor. Ja, had jij veel stress of zag je tegenop? Ontzettend. Ik vond echt, ik was zo bang. Ik dacht ook echt, dit kan ik niet. Ja. Ja, ik dacht echt, dit kan ik niet. Maar tenminste, niet op het moment zelf, want dan ga je er gewoon voor. Want hoe is jouw bevalling gegaan? Je bent best wel heel snel bevallen, toch? Ik heb en dat vond ik heel eng. Ik heb mijn weeën niet gevoeld. Dus echt gewoon niet. En ik voelde wel krampjes. Maar omdat ze er niet waren op die manier? Of omdat jij gewoon een hele hoge pijngrens hebt? Nou, ja. Volgens mij waren ze er niet op die manier, zeg maar. Want ik bedoel, hoe ik de weeën heb ervaren... kan het niet dat je die jij niet hebt nog een ruggeprik gedaan. Nee, kon niet meer. Nee, kon niet. Nee, ik weet het niet eigenlijk hoe dat kwam. Dus jij had gewoon een kuchje af en toe zo. Nou, ik had wel... Oh, hij is er. Nee, zo ging het ook weer niet, want bevallen is wel echt intens. Het persen doet het meest pijn. Die weeën zijn echt niet te doen, maar dan je leeft een beetje toe naar het moment dat het even niet zo is. Maar ik vond het best wel eng dat ik dat niet heb, weet je, want dan leef je er een beetje naartoe van, ik ga nu bevallen. En dan gaan ze uitleggen van, je bent nu 10 centimeter, je gaat nu persen. Bij mij was het echt letterlijk zo, op het moment dat ik echt pijn kreeg, hebben wij eigenlijk meteen de verloskundige gebeld. Die binnen een paar minuten op de stoep stond. En ik hoopte zo dat ze zou zeggen van... Na het voelen van... je hebt al 3 of 4 centimeter ontsluiting. Ja. En ze keek me echt apart aan. Toen dacht ik, zij gaat nu echt zeggen van... Je hebt nog geen ontsluiting. Je stelt je echt aan, weet je wel. Je hebt voorweeën, die heb je al 3 weken lang. Houd toch op. Dus, en toen zei ze gewoon... Je hebt gewoon al 9 centimeter ontsluiting. Je bent gewoon aan het bevallen, zegt ze. Nee. Ja. Wat? Ze zegt, zou ik de spullen uit de auto pakken? Ik zeg, nou echt niet, we gaan echt naar het ziekenhuis. Ja. Ik heb echt letterlijk over die parkeerplaats met een wee gelopen. En echt een soort van, hou het in. En eenmaal in het ziekenhuis ging ik liggen. Had je al persweeën toen je zeg maar, En dan kan je echt niet inhouden. Maar ik had dus thuis al persweeën, maar ik dacht dus, ik moet poepen. Dus ik zat gewoon de hele tijd op de wc te persen eigenlijk. Ja. Maar er kwam er niks uit, maar... Nu snap ik ook van, ik had gewoon al persweeën, weet je wel? Oh... Maar goed, dus daarom kan ik ook
eigenlijk wel zeggen, ik heb best een hele fijne bevalling gehad. Wat lekker. En alleen daarvoor zou ik dan al wel voor een tweede gaan. Weet je, dat is me eigenlijk allemaal wel weer meegevallen of zo. Ja, maar misschien ook omdat je van tevoren heel erg druk maakte. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik vond vooral achteraf gezien denk ik dat ik best een prima bevalling heb gehad. Maar op dat moment denk je gewoon echt, dit is het. Tenminste, ik dacht echt, dit is het allerergste wat ik ooit heb meegemaakt. Het maakte me ook echt niet uit wat er gebeurde. Ik dacht, hou dat kind er nu uit. Ik heb me gevraagd of de verloskundige me dood wilde maken. Heb ik echt letterlijk gevraagd tijdens het bevallen zelf. Nee, ik dacht ook echt letterlijk van... Oh mijn god, deze verhalen, jongens. Nee, ik dacht letterlijk, maak mij maar dood. Zorg dat zij er leeft uitkomt. En I don't fucking care of ik hier leeft uitkomt. Maar dat is precies in die laatste minuten dat het er al bijna uit is. Maar dat je denkt, holy shit, nu moet het eruit. Dus no worries, het is echt even die laatste paar minuten die je denkt... Yeah. Fuck, dat hoor ik ook echt. Ik geloof wel dat je het moment kapot bent dat je denkt... Dan ga ik maar, als de baby er nu maar is. Ja. Maar het moment dat vrouwen zeggen, ik kan niet meer, ik kan dit niet, ik wil dood. En dan komt het. Wow. Dus dan... het is echt heel bijzonder. Als ik er nu ook over... ik vond bevallen wel echt heel bijzonder. Als ik er nu aan terugdenk, het is zo intiem met je man. En dan met die... Ja, oké, de mensen die je dan helpen, weet je wel. Maar het is zo... Bizar eigenlijk. Zo, maar ook zo bijzonder. Maar ook die bubbel waar je in raakt. Die soort trance. Dat je je weeën gaat wegpuffen. Dat je niemand om je heen kan hebben. En je bent echt even jij en je baby. Ik vind het alleen. Achteraf wel veel bijzonderder dan dat ik het vond op dat moment. Echt heel mooi. Ja. Echt heel mooi. Ja, ik geloof het echt. Ja. Dat ik wel bijna zoiets heb van, had ik het maar iets bewuster meegemaakt. Omdat ik op dat moment gewoon zo erg... Maar dat maakt het juist ook wel weer mooi. Ja, dat... Volgens mij is het sowieso een rollercoaster, weet je. Ik bedoel, tuurlijk. Want vooral kan je er niet echt helemaal voorbereiden, denk ik. Nee, kan echt niet. Je hoort echt vrouwen die doen hele cursussen en uiteindelijk... Ja, ik moet in het ziekenhuis wel of dat ze dan toch uiteindelijk thuis bevallen. Of dat ze, weet ik veel... Ja. Je hoort zelfs vrouwen die niet eens weten dat ze zwanger zijn. Nou, dat filmpje in die auto. Die vrouw die zichzelf haar eigen kind eruit trekt. Heb je dat nooit gezien? Ja, wel. Keizer's vriendin had dat toch ook? Ja, echt? Oh, ja. Ja. Hij heeft dat kind eruit getrokken. Gefilmd of zo, of een filmpje of daarna stonk het heel erg naar vruchtwater in zijn auto. Toen reed hij de garage uit en toen maakte hij een filmpje van... Ik zit in de auto en het stinkt. Maar dat was hun eerste kind? Nee, hun vijfde of zo. Oké. Nee, maar het is zo bijzonder. Wel bijzonder als je dat hebt gedaan. Nou, maar echt... Maar bij je eerste zelf was een beetje tricky. Maar Kourtney Kardashian heeft ook de eigen kinderen zo eruit. Ik had het ook in mijn geboorteplan gezet. Ik wilde het eigenlijk ook wel, hoor. Nee? Ik durfde het echt absoluut niet. Nee, sterker nog, ze wilde de placenta laten zien. Ik zeg, nee, doe maar niet, joh. Ja, bij mij ging ze dat helemaal het vliegje en ging ze foto's van maken. En opeten, die placenta. Dat is toch heel goed voor je? Dat doen mensen, ja. Kardashian heeft dat volgens mij toch ook gedaan. Heel apart, ja. Ik weet het niet. Nee, ik ga niet. Je zit me echt aan te kijken van, is dat jouw plan? Nee, maar heb je geboorteplan al af? Nee, luister, ik heb pas vorige week gehoord van überhaupt een geboorteplan. Nou, er komt zoveel op je af. Ja. Moment, hè, dat ze ineens zeggen, heb je je kraampakket al binnen? Hoe bedoel je, waarvoor? En dan, zoveel dingen die je echt niet weet. Maar dat je dan ineens denkt van, hoezo heeft niemand me dat ooit verteld? Dat je na je bevalling nog zulke stukken bloed uit je doos komen vallen en zo. Nou, dat is echt, ja. Ja, we zijn het wel. Hoort serieus? Er allemaal bij. Ja. Nou, maar het is echt leuk. En die bevalling vergeet je. Je vergeet het echt, hoe cliché het Nou, de eerste week dacht ik echt, dit doe ik nooit en nooit en nooit meer. En nu denk ik al van, hoe erg was het nou De eerste week dacht ik ook, ik ga nooit meer seksen. Ja. Dit kan niet meer. Dat kan niet meer. Nee. Terwijl, dat valt echt wel mee hoor. Ja. Alles is gewoon normaal. Ja, iedereen vraagt ook altijd aan me van, is het dan beneden hemel? Nee, helemaal niet. Het is gewoon exact hoe het er al uitzag. Dat is zo vaag. Maar hoe pakt Erik het vaderschap op? Vind je dat hij het... Dat hij het goed doet? Of denk je dat hij... Wel, ja, kijk, Erik en ik doen het samen. Wat voor verwachtingen had je van tevoren? Of maakt je verwachtingen waar? Als ik kijk naar hoe Erik met mij is... dat ik noem hem ook altijd papa beer... omdat hij is echt heel zorgzaam. Echt zo lief. Dus ik had wel verwacht... jij wordt wel iemand dat als ik er even doorheen zit of zo... Dat of hij als het ik, oppakt. Dat hij het oppakt met gemak. En zeg maar, na de bevalling... merkte ik eigenlijk na 4 dagen of zo van... wow, ik heb gewoon nog nooit een poepluier verschoond. Dat heeft hij alleen maar gedaan. Ja. En dat vond ik echt heel bijzonder. En ik denk ook dat de mazzel die wij hebben om samen te kunnen werken... dat we daarom 24 uur per dag met hem kunnen zijn. Ik bedoel, hij is nu lekker met die kleine aan het rijden... zodat hij even kan slapen. En dan komt hij me straks weer ophalen. En
ja, weet je, je doet het echt samen. Ja. Maar hij is ook echt iemand die gewoon ook 's nachts met die nachtvoeding en zo, was absoluut geen probleem. Als jij lekker wil gaan slapen, zei hij, ga jij lekker slapen, doe ik het. En dat vind ik wel echt heel leuk. En Lars? Lars ook heel erg, vooral in die eerste dagen inderdaad, dat je echt... Ja, je raakt in een soort trance of zo. Dus de eerste drie dagen, ik weet niet eens wie er allemaal over de vloer zijn geweest. Ik lag gewoon in die kamer en ik moest slapen waar nodig. En dat was het eigenlijk. En je hebt ook helemaal geen tijdsbesef of zo. En toen inderdaad had ik ook een beetje zo van, ik heb nog helemaal geen luier. Dan moest ik de kraamhulp mij gaan uitleggen hoe ik een luier verschoon. Terwijl ze al 5 dagen was. Ja, dat ik echt dacht, hoe kan dit nou? Dat is zo gek. Ja, maar ook de wereld gaat door, maar dat heb je hebt het zelf niet door. Ja. Je denkt echt dat de wereld is gestopt omdat jij een baby hebt gehad. Ja, ik heb niemand geantwoord op berichtjes van gefeliciteerd. Nee, hoor. Pas echt. Mij stuurde je ook pas laat iets op. Ja. Oh, sorry schat, weet je, maar ik snap het ook. Ja, je bent er echt Bezig. Terwijl ik ben net even een paar dagen eerder dan jij bevallen en ik vond het zo prettig om even met jou te praten. Ja, omdat je dan precies in dezelfde vibe zit. Want niemand die op dat moment niet erin zit, die snapt het eigenlijk. Nee, echt. Ik vond ook inderdaad dat wij dan naar elkaar gingen berichten van, oh nou, hoe doe je het met, laat je hem huilen? Of doe het af en toe eventjes, wat doe je als het je teveel wordt? Ja. Maar ik vond dat ook wel echt fijn, dat heb ik ook wel met jou vlogs, weet je wel. Ik bedoel, ik wil niet als een fangirl klinken, maar ik vind het echt heel fijn om jouw vlogs te kijken. Omdat het gewoon dezelfde periode is. Juist, weet je. En dan als ik jou dan wel eens hoor zeggen van, joh, nou, vandaag hadden we echt een kutnacht of zo, dan denk ik al gelukkig, weet je. Want het is niet alleen bij mij. Dat is soms, als je een beetje, zeg maar, een soort slachtofferhulp bij jou zoekt, is dat wel heel lekker of zo. Nee, ik snap. Wat is het meest... Nou, niet tegengevallen, maar wat vind je het zwaarste om mee om te gaan? Of? Ja, gewoon slaap. Ja. Gewoon echt slapen, echt. Ik had nooit verwacht dat slaap zoveel met je zou doen. Nee. En slapen kan je echt maken of breken. Ja. Als jij gewoon een paar nachten niet slaapt, dan ga je gewoon dingen zien die er niet zijn. Ja. En dan zit je echt overdag te huilen. En de volgende dag slaapt hij ineens weer heel lekker en dan heeft de wereld ineens weer kleur. Ja. Maar wisselen we dat af met Erik? Ja, zeker. Ja. Maar we doen het vaak zo dat hij doet dan het nachtflesje en ik pak eigenlijk de eerste ochtend. Ja. Ja. En dan blijft hij lekker liggen. Ja, en dan, precies, dat is wel lekker. Ik vind het ook heerlijk hoor, met die kleine lekkere ochtendje. Ik vind het zo gezellig. Het is echt een lekker kereltje. Dus echt leuk. En jij werkt natuurlijk ook samen met Beer. Jullie werken eigenlijk allebei met je vriend. Oh, ja. Oké. Ja. Zo, hè? Zo. Super. Hoe hebben jullie het voor ogen om te gaan doen, zeg maar, qua... Want ja, het is ook echt zo, als jij dan eventjes met verlof bent, is Beer dat dan eigenlijk ook? Of gaat ja, gewoon... weet je, kijk, dat is het lekkere. Je kan je eigen tijd inplannen. We hebben nu al voorgewerkt en we hebben nu al... Ja, de dingen die er aankomen, die hebben we al gemaakt. Ja. Of die hebben we al voorbereid. Dus we hoeven die periode allebei eigenlijk niks te doen, zodat we allebei lekker kunnen focussen op het heen. En oh ja, op een gegeven moment, ja, hij gaat natuurlijk nog wel doorwerken. Ja. Totdat het een beetje... Ja, ik denk totdat het echt gaat gebeuren of zo, weet ik niet. Maar daar die periode daarna zijn we lekker samen. Ja, dat is wel echt lekker dat je na het samen met je vriend... En dat je, bij mij moest Lars na 2 dagen gewoon op het veld staan. Dat hebt gedaan, dat ja, dat is wel, vind ik echt heel intens. Meen ik echt. Ja, het is ook wel dat ik denk van... Nu willen ze volgens mij gaan invoeren dat mannen 6 weken verlof krijgen. Maar het is echt nodig. Ja, moet je maar in Zweden gaan wonen. Dat pas een half jaar of zo. Of een jaar. Langer, een jaar per persoon ook nog. Volgens mij mijn vader en moeder. Mijn broer had dat. Maar het is echt lastig inderdaad. Om dan ineens soort van... Mij lijkt het ook als vader zijn. Ik bedoel, je hebt net een kind gekregen. En 48 uur daarna moet je gewoon... Ja, je wilt toch ook gewoon die tijd meekrijgen. Ja, het is echt gaat zo snel. Ja, en dan heb ik nog geluk dat Lars eigenlijk alleen in de ochtenden werkt. Dus 's middags altijd thuis was ik. Ja, daar was ik dan weer heel erg dankbaar voor. Ja, dat is dan wel weer lekker hoor. Wat fijn joh, hij is er 's middags alweer. Die ochtend, die weet je, in de eerste week heb je nog die kraamzorg. Nou, dat vond ik ook echt het allerfijnste van de hele wereld. Dat is echt, dat heb je ook echt nodig gewoon. Ik dacht eerst van, nou wat raar dat zoiets vergoed wordt. En iemand die dan thuis je komt helpen. En je gaat helpen met de was doen en weet ik het wat. Hoezo? Ook maar vond het echt fantastisch. Je hebt het daar moet je echt van genieten. Ja. Ja, die van ons die gaat Beer Surinaams leren koken. Heeft ze al beloofd. Echt? Oh. Dus zo top. Oh. Zij denkt, als ik niks te doen heb daar. Dan wil ik denk nou beginnen. Maar nee hoor, geitje. Nee. Nee, maar echt wel leuk. Dat vind ik leuk. Wel iemand die zich een beetje thuis voelt. Oh, heerlijk. Ik ben wel benieuwd hoe dat is. Want ja, dat lijkt me ook wel een dingetje. Wel niet dat ze de hele tijd... Nee.
je kindje pakt. Omdat je denkt van, ja, maar dat doen ze in principe niet echt. Dus ze laten jou zoveel mogelijk zelf doen. Maar ze zijn er wel om lekker even je badkamer, je wc, even je woonkamertje gewoon schoon. Elke dag een schoon bedje. Ja. Ze kijken heel erg naar hoe het met jou gaat. Ook beneden. Ja, heel erg. Ja. Want zij is mijn vriendin geworden uiteindelijk. Oh, echt? Ja. Maar ik zeg ook, jij bent echt de enige die zeg maar... gewoon met elke dag met zo'n thermometer in mijn poepert zat, zeg maar, als vriendin. Dat is best gewoon weird. Ja. Maar je kan je dat niet voorstellen dat je dat bij iemand chill zou vinden. Nee. Terwijl dan zo'n vrouw is er gewoon echt gewoon om je op je gemak te laten voelen. En die van mij zei ook vaak van, joh, als je even wil slapen, prima. Maar als ze helpt, ik ben er niet echt een voorstander van een speentje doen. Wat vind jij ervan? Zei ik, nou, dat mag je van mij gewoon doen. Ja. Oh, oké, okay, ja, dan doe ik het wel, weet je wel. Dus dan, ze doen niet zomaar dingen die je... Nee, dat geloof ik echt heel fijn. Ja, eerst vond ik het ook al. Ik dacht, ja, dan gaat zo'n vreemde vrouw... die is dan in je huis. Maar dat is echt gewoon... tenminste, er zal wel echt verschil hebben. Ik hoor ook veel mensen die zeggen van... goh, we hadden er eentje die totaal niet bij ons matchte. Dus we hebben een nieuwe. Ja. Vooral in de eerste week. Ik hoor dat toch echt niet. Zo. Nou, dat lijkt me ook wel lastig. Maar jij kent jouw kraamhulp dus al? Nee, we hebben er ontmoet nu. Oh, omdat we natuurlijk. Een voorgesprek, zeg maar. Ja. Nee, ze is een hele leuke vrouw en heel relaxed. En, ze gaat weer leren koken. Nee, ze gaat weer Surinaams leren koken, dus dat is alleen maar leuk. Ja, toch? Dat is leuk. Als iemand zich een beetje thuis voelt, ben ik ook altijd wat zielig. Lekker, dat je niet tegen iemand hoeft te entertainen. Ja, net zoals, weet je, als je vrienden uitnodigt, dan wil je gewoon dat ze zelf de weg kennen. Ja, niet dat je de hele tijd elk moment... Van waar is het toilet? Oh, daar. Mag ik misschien een handdoek? Ja, pak hem lekker zelf. Dat vind ik gewoon heel leuk. En hoe vinden jullie het om met je vriend te werken allebei? Mij lijkt dat namelijk echt heel lastig. Maar dat is echt omdat Lars en ik... totaal iets verschillends doen. Ik zou jullie zijn er ook allebei, hebben jullie elkaar ontmoet, dat je allebei je ding deed. En Beer en ik, die hebben echt, wij waren op de schoolperiode al samen. Toen zijn we gaan samenwonen, toen deed ik nog niet eens dit wat ik nu doe. En hij niet wat hij nu deed, dus we zijn eigenlijk samen erin gegroeid. Dus voor ons is het alleen maar chill, we bouwen iets op en het gaat steeds beter. Dus het is een bedrijf wat je samen, dat je denkt, weet je wel. Dus dat is denk ik ook heel anders dan dat je, als je al gewend bent, je hele eigen ding. En dat je dan ineens zegt, weet je wat, we gaan het samenvoegen. En dat is misschien wel, dat lijkt me dat het dan misschien wel anders kan zijn. Ja. Nee, bij ons, ik wil zo niet anders willen. Het is zo relaxed. En hoe is het bij jullie dan ontstaan dat jullie samen, of jullie werkten al samen? Ik ken Erik via Topnotch. En hij werkte daar. Maar goed, dat is wel gewoon lastig, want ik date dus iemand die ook met andere collega-artiesten... Letterlijk, ja. Ja, ik date iemand. Nee, maar weet je hebt ook collega-artiesten die toch enigszins dan een beetje denken dat je een soort voorkeursbehandeling krijgt. Ja, hij zal wel meegaan met Rox, met die studiosessie, want dan kunnen ze daarna weer lekker in de auto. Ik moet ook eerlijk zeggen, op een gegeven moment was dat ook wel zo. Dus dan kwam hij te laat op zijn werk of dit of dat. En toen... zeiden we ook tegen elkaar. Ik kreeg een miskraam toen, want ik ben al een keertje eerder zwanger geweest. Hoeveel was je dan? Even kijken, 9 weken. Dus dat is nog niet heel lang, maar toch, weet je, het was voor ons echt... Hij dacht van, wow, ik krijg een kindje. En toen had je het niet gepland? Nou, we hadden het wel gepland. Tenminste, we stonden ervoor open, maar het was niet. Ik had totaal niet het idee van, wow, het is nu al... Nee, maar op het moment dat je stopt met anticonceptie, dan beslis je gewoon samen. Precies. Eigenlijk gaan we er nu voor en het kan morgen gebeurd zijn. Precies, dus ik wist wel al vrij snel dat ik zwanger was. Maar toen werkte Erik nog bij Topnotch en wij misten elkaar echt heel erg altijd. Als hij 's ochtends naar zijn werk toe ging en dan bracht ik hem weer bij de trein. En dan jullie hebben echt die blinde verliefdheid, volgens mij. Echt, echt heel erg. En... toen kreeg ik een miskraam overdag en hij was toen op zijn werk. En toen ben ik naar het ziekenhuis toe gegaan, omdat ik heel erg krampen had. Ik wist niet wat het was. Maar ik voelde wel meteen al, dit is niet goed, snap je? Mm. En Erik snel opgebeld, die was er echt binnen no time. En toen zeiden we ook tegen elkaar, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan samenwerken. Dat we altijd samen kunnen zijn en altijd met elkaar. Want als je voelt je een soort van liefdesverdriet, als je niet bij elkaar in de buurt bent, dat je elkaar dan zo mist, dat je dacht, we moeten gewoon... En dat is echt na de bevalling nog meer geworden. Ja, ik heb nu al, ik kan geen nacht zonder meer. Nee, dat weet ik nog wel. We waren toen in Londen voor een trip, een perstrip. En toen zou hij komen of zo, omdat we moesten 1 nacht in Londen slapen of 2. En toen zei ze, Beer komt ook volgens mij zo. Ja. Hij gaat misschien nog een vlucht pakken. Ja, het was dat het weer niet lekker was, maar hij weet dat ik dat dan heel fijn vind. Hij zou
hij vindt, wij, vinden het al, wij willen allebei zeg maar heel, heel erg bij elkaar zijn. Maar hij is nog wel wat chiller van een nachtje, weet je. Oh, ja, natuurlijk ja, ja. Mist hij me. Dat is ook een beetje mannelijk. Van, goh, we ja. hoeven niet ja. achter je aan te huppelen. Maar hij weet dat jij het wel een fijn ja. idee. Ja. ja. Het gekke is, al gaat hij uit of heeft hij zijn feestje, maakt niet uit. Dan ben je ook alleen thuis. Dan ga je ook in je eentje naar bed. Maar dan weet je dat hij komt. Ja, ja precies. Dat is heel anders. Oh ja, ja. Dit is zo herkenbaar. Nee, ik heb dat ook. Ik kan echt niet zonder hem slapen. Ik vind dat echt, och, ik moet er echt niet aan denken. En nu je een baby hebt dan? Nee, die verliefdheid is nog veel erger geworden. Dat is echt... Niet dat je denkt, ik leg nu die baby naast me. En dat is ook een soort van kleine Erik. Nee. wel al, ja, want hij vervangt de liefde nee, die van, ik voor jou... Ja. Maar wat je voor je kind voelt is heel andere. Het is heel anders. Tuurlijk is het heel andere liefde. Echt, maar meer van wat iemand bij is. Voor je kind is onbeschrijfelijke liefde. Dat kan je ook niet uitleggen wat dat is. Dat is zo intens. Ja. Maar met Erik heb ik wel... Erik is echt mijn steun en toeverlaat. En... hoe vaak ik er echt even doorheen zat na de bevalling, dat ik gewoon het echt even te veel vond. En ik ben na 6 weken ben ik alweer op tour gegaan. En als ik er nu over nadenk, denk ik, dat was misschien een beetje te veel. Ja, niet eventjes gewoon... Precies, hè. Als je kindje 6 weken slaapt, het nog lang niet door. Hij had heel erg last van buikkrampjes, dus het helde veel. En ik zag het echt en eventjes... En had je dan oppas of namen jullie mee? Ik nam hem vaak mee. En dan ja, als ze echt nog heel jong zijn, kan dat ook echt nog wel. Ik nam haar overal mee naartoe, maar nu denk ik juist vaak... Nou, ik blijf liever lekker thuis met spelen dan dat ik er helemaal heen en weer ga slepen. Oh, absoluut. Oh, dat heb ik ook. Ja, ik heb helemaal geen zin om alles te verplaatsen naar een ander. Ja, en je moet speelgoed meegenomen. Hoeveel tijd ben jij begonnen dan? Sorry? Naar hoeveel tijd ben jij weer begonnen met dingen? Ongeveer 2,5 maanden. Ik ben altijd blijven vloggen, gewoon elke week wel. Want dat is één dag dat je aan het editen bent en voor de rest film je... maar voor de rest ben ik na 2,5 maand denk ik alweer gestart. Maar ik vond voornamelijk, ik dacht echt... joh, op het moment dat ik ben bevallen, dan ga ik gewoon een half jaar niks doen. Alleen maar met mijn kind in bed dacht liggen. Ik ook, maar ik werd gek na een tijdje. Ik moest gewoon echt even iets doen. Ja. Het verschilt zo per persoon. Maar ja. Kan je die eerste keer nog herinneren dat je naar buiten ging met je kleintje? Of überhaupt even naar buiten ging na je bevalling? Ja. Oh, ik weet nog dat ik even naar de HEMA ging. Dat mijn moeder hier zat. En dat ik zei, mam, ik moet heel even naar de HEMA en even boodschappen doen. En dat ik me echt... zo vrij voelde in het leven dat ik dacht... oh mijn god, ik kan nu gewoon gaan en staan waar ik wil. Ik kan gewoon in de supermarkt dingen pakken en zo. Je bent zo bezig met... soort van. Ik dacht ook van... Lars ging natuurlijk na 3 dagen al... ik was denk ik 2 weken niet buiten geweest of zo. Nee. Lars ging na 3 dagen al lekker de weg op en naar zijn training. En dacht ik, oh mijn god, je kan gewoon stoppen bij een tankstation onderweg... en dan kan je gewoon iets kopen. Zo ik bizar, kan dat niet. Ja. Het lijkt me ook wel lekker om vrij snel naar buiten te gaan. Hoor, met maar op de een of andere manier... Maar bij jullie was het koud. Nee, heel heet. Heel toen je werd bevallen. Het was bijna, het was 38 graden. Oh, ja. Toen was het echt heet. Zo ontzettend heet. Ja. Nee, maar het is meer dat Erik deed ook elke dag boodschappen. En op een gegeven moment was ik gewoon jaloers. Ja. Dat hij boodschappen deed. En als Lars thuis kwam, ik was binnen 3 minuten weg. En dan zei hij van, nou sorry, maar ik kom thuis. En je bent echt, je weet niet hoe snel je weg moet zijn. Ik zeg, sorry, ik moet echt eventjes ook een moment voor echt mezelf. Echt eventjes, ja. En hoe lang wil jij nog verlof nemen nadat hij is geboren? Ik weet niet precies wat we nu hebben gepland. Want ja, weet je, we hebben maar een beetje gekeken wat zeg maar normaal is voor mensen die dan op kantoor zitten. Mm-hmm. Om een beetje een houvast te hebben. Ja, wat is dat? 3-4 maanden of zo? Toch? Ja, zoiets. Maar we hebben geloof ik 3 maanden daarna uitgepland. Ja. En dan is het ook een beetje, want we zien het wel. Want het is allemaal zo nieuw. Voor hetzelfde geld gaat het al heel snel... dat je denkt, nou, we doen dit zo of zo. Ja, we hebben niet alles helemaal uitgedokterd wat dat betreft. We hebben alleen echt het werkwerk hebben uitgepland. Zodat we wel kunnen zien van, nou... Slim hoor. Voor hetzelfde geld doen we wel wat, maar dat beslissen we dan. Dan is het dan, ja. Ja, dan gaan we nu helemaal nog... Weet je, we zijn er allebei wel heel makkelijk in, hoor. We zien het allemaal wel. We heel slim. Veel druk op onszelf. Geniet er ook lekker van. Want als ik er nu over nadenk, die eerste tijd gaat heel snel voorbij. En echt dat... dat newborn, dus echt dat kleine hummeltje, dat gaat heel snel voorbij. Wat alleen nog maar kan liggen. Eigenlijk is dat heel lekker, dat is een hele lekkere fase. Ja. En je hormonen fokken je een beetje op in die fase. Maar als ik er nu over nadenk, denk ik, oh, had ik er maar zo echt intens van genoten. Maar dat heb je waarschijnlijk echt wel gedaan. Alleen nu denk je, ik hoor alle vrouwen altijd zeggen, had ik er maar meer van genoten. Dan denk ik, iedereen zegt dat, volgens mij geniet je er echt heel erg van, alleen... Achteraf kan je pas terugkijken. Ja, maar je kunt het ook constant tegen mensen zeggen. Maar iedereen zei ook tegen mij in mijn laatste maanden zwangerschap... Oh, geniet van je slaap. En dan dacht ik, oké, whatever. Ja, en nu zou ik jou aanraden van...
echt, Jelly, dank God op je blote knieën iedere nacht dat je naar bed kan en gewoon kan slapen tot de volgende ochtend. Zo, ja, dat ga je niet doen, want dat doe je al je hele leven. Maar het moment dat het dus uit je leven is, dan waardeer je het zo erg. Ik vind het soms wel dat iedereen zegt dat tegen mij. Maar wat je ook bijvoorbeeld, wat ik heel lastig soms vind, is dat de spontaniteit tussen je partner en jou weg is. En daar bedoel ik niks mee qua liefde. Maar vroeger kon Erik en ik tegen elkaar zeggen, weet je wat lekker gaan doen? We gaan lekker poelen en dan lekker bako's nemen en dan gewoon lekker doorzakken. Dat is mis ik ook nu moeten we dat echt plannen. En als je het plant, is het dan minder leuk. Omdat je dan denkt, ja, precies. Dat is en dan hoop je maar dat je een topavond hebt. Want ja, je bent die ene dag even uitstaan. Ja, daar ben je heel erg bewust van. Ja. En als het dan niet leuk is, denk je gelijk, oh shit, gaat het nog wel goed? Of, wat, als het dan een beetje te veel op elkaar zit, je dan schuldig voelt. Dan denk je, ja, ik ben net al daar naartoe geweest. Ja. En ik ook nog daar. Weet je, terwijl, ja, hallo, je moet ook dingen... Je bent niet alleen maar papa en mama natuurlijk. En je bent ook geliefd dus van elkaar. Ja, absoluut, ja. Doe dat ook, weet je wel. Ja. Maar ik vond het wel in het begin nog best wel lastig... dat ik dan dacht van, ja, nou, daar zit mijn moeder bij hem thuis. En ja, dan voel ik me echt zo'n slechte moeder, weet je. Want dan ben ik dus weg. En weet je wel, dat is onzin natuurlijk. Ja, ik had ook vooral inderdaad dat je dan daarna ineens denkt van... Oh mijn god, we konden een paar maanden geleden konden we gewoon nog zeggen... Weet je, we gaan naar de bios even. En dat je dan er naartoe gaat. En dat je dan, als het dan een kutfilm was, boeit het. Ja, terwijl nu denk je echt, nou hier bouw ik van. Dan heb ik helemaal oppas geregeld. En dan wil ik even met je naar de film. En dan is het ook nog eens een kutfilm. Ja. Hoe ga jij dat doen? Ben jij al bezig met het plannen van een vakantie met Sarah Lissie? Of? Nou, ik vind dat echt lastig. Want ik denk dan, wat moet je in hemelsnaam meenemen? Hoe ga je het vervoeren? Ja. Wat, als je met de auto gaat, straks is ze de hele rit aan het janken. Hoe doe je dat allemaal? Maar ook weet je, overal kan je toch wel dingen halen. Ik hoop, kijk, zijn heus toch... Ja, kijk, oké, jullie hebben al een kind, dus voor jullie is... Ik kan niet helemaal meepraten. Maar het is ook zo dat je denkt... Jongens, wat valt er niet te kopen in het buitenland wat je nodig hebt? Er zijn een paar dingen die je natuurlijk voor je baby moet meenemen... Mm-hmm. Die je echt niet zonder kan. Ja. Ja. Als het is medicijnen of voeding en dat soort dingen. Maar ja, een flesje koop je hier of daar. Of sla. Ja, ik weet niet. Maar het is wel zomaar gewoon logistiek. Denk ik dan alleen maar in problemen. Ik ook. Zou ik dat voorheen echt nooit deed. Ja? Ik was namelijk altijd, mijn vriendinnen zeiden van... Ja, ik weet niet of ik alles bij me heb. Dan zei ik, heb je je paspoort en heb je je pinpas? Dan maakt dan het niet uit. Ja, want dan komt het sowieso wel goed. Ja. Gewoon wat jij nu inderdaad zegt. Ja. Maar met mijn kind vind ik dat weer zo anders. Dan denk ik alleen maar in, wat kan er misgaan? Stel je voor dat ze alleen maar aan het huilen is. Of stel je voor dat dit, of stel je voor dat. En denk ik, weet je wat, dan laat ik er liever thuis dan dat ik er mee ga slepen. Maar dat is eigenlijk wel iets dat ik denk, eigenlijk zou dat dus wel gewoon super onzin natuurlijk eigenlijk, weet je. Want... Maar ik denk dat je kind ook wel lekker relaxed is. Als hij een beetje in jouw flow ook mee kan gaan. Ja. Absoluut. Dat weet ik niet zeker. Hè? Ik sprak laatst iemand die ging met haar kind op vakantie. En die zei, wow, oké, heel ander kind. Zo lekker, zo relaxed. Ja. Ze voelen echt mijn relaxtijd aan. En toen dacht ik, dat is ook wel zo. Alleen die weg er naartoe. Ja. Hè, de douane door. Ik denk daar dan ook aan. Denk ik, hoe moet je dat doen? Want ik moet haar dan dragen. Dus hoe ga je dan? Moet ik dan door die check met haar? Of hoe zit het? Ik vind het zo grappig om dit te horen. Terwijl ik mezelf zwanger Als ik jullie zo over praat, denk ik... Eigenlijk vind ik het Jezus, ook... Jezus, jongens, wat doe je? Doe eens even relax, joh. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het ook echt heel lullig om dit soort Nee, want ik snap het ook. Nee, maar ik snap het. Luister, ik begrijp het echt. En ik heb heel veel zussen, die hebben ook kinderen. Ik heb het allemaal meegemaakt en gezien. En ik zie ook heel veel verschil. En weet je, als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn neef, die is dan echt al sinds baby de hele wereld overgevlogen. Yeah. En die is super chill. Die past zich aan en als die jetlag heeft, dan slaapt hij het even uit. En dan maar als ik daar soms films van zie, dat lijkt wel gewoon een engeltje die gewoon letterlijk op de wereld is. Hij is echt zo schattig. Ah, lief. Ja, kijk, ik, het is mijn neefje, dus tuurlijk denk ik dat. Maar lief dat je dat ook zo zegt. Nee, maar weet je, meer van dat ik denk van, ja, ik zie het op verschillende manieren. Iedereen doet het op zijn eigen manier. De ene zus doet het zo, de andere zus doet het zo. En dan een schoonzus doet het weer zo. En ik kan alleen maar denken, ik zie het wel. Ja, misschien kon het ook. Ik ben de jongste van gezin, hè? Dus ik heb altijd zoiets van... Ik kijk wel wat die anderen doen en dan zie ik het wel. Want dan verder voor mij. Ja. Maar wacht even, zo meteen bellen jullie me op naar de bevalling. En? Ik ga niet op vakantie hoor, want ik durf het überhaupt niet door. Wat echt grappig is, dat ik tegen allemaal zwangere kennissen van mij heb gezegd... van als je na de bevalling behoefte hebt om even te praten... Ja. Doe dat vooral. Yeah. Weet je wel? App me, bel me. Ik vind het heel leuk om met je te praten. En dan zeiden ze allemaal tegen... maar dat komt wel goed. Ik zal je vertellen, allemaal, stuk voor stuk, appen ze van holy shit. Ik weet niet wat er gebeurt. Kijk, slaap doet gewoon een hoop met je. Ja, dat geloof ik. Weet je, en
Onderschat hormonen niet, hè. Dat is echt gewoon... Hadden jullie daar tijdens je zwangerschap al heel veel last van? Nou, soms wel. Ik kon soms wel echt een woede-uitbarsting hebben. Echt om niets. Of janken om niets. Of jij ook? Ik ook echt enorm. En dat ik daarna dacht... Op dat moment, weet je, als ik dan bijvoorbeeld een discussie had met Lars... dan dacht ik echt van... Ja, maar ik sta nu totaal in mijn recht. En wat jij zegt is zo'n onzin. Ja. En dan 24 uur later dacht ik... Mo, serieus. Heb je hier zo'n stennis omlopen? Schoon, doe even normaal. Echt, echt. Dat ik echt dacht van... Maar zo ben ik niet. Dit is echt letterlijk... Dit ligt echt aan... Ik vond dat hormonenpraatje altijd zo'n onzin. Van, maar zwangere vrouw hormonen. Denk ik, hoezo? Je hebt toch gewoon je verstand en je bent toch wie je bent. Ja. Dus je vindt toch dingen of je vindt het niet. Maar het is echt dat ik daarna dacht over mezelf. Van, nou, kom op. Hoe dacht je nou echt dat je daar 100% in je recht stond? Dat is helemaal niet waar. Nee. Ja, zo gek. Ik denk sowieso altijd in de discussie dat ik gelijk heb. Dus voor mij is niks nieuws en pas daarna hebben ze altijd het besef met... Oh, kut, ik was wel echt moeilijk aan het doen. Ja, nee, het slaat helemaal nergens, zoals altijd. Maar ik heb niet... Nou, nu, maar hebben jullie dat dan in het begin of midden of eind of hele zwangerschap gehad? Ja, als ik er nu over nadenk, misschien wel heel mijn leven, maar dat... Maar dan ging je extra over... Ja, soms, maar kijk, niet veel hoor. Maar ik had af en toe ook wel eens echt dat ik dacht... Hallo, ik ben zwanger hoor, wat denk jij dan niet? Ja, nou dat ook. Terwijl je echt niks deed, hè? Alsof de hele wereld rekening met je moet houden. Echt? Van, ja, maar hoe bedoel je? Maar het is voor mij toch al kut genoeg als jij nu de deur uitgaat, want ik ben zwanger, ja... Dus maar, dat betekent dat jouw leven ophoudt? Nee, natuurlijk niet. Maar zo voelde ik me dan. Gewoon puur omdat je je gewoon eenzaam voelt of zo. Of dat je absoluut, zo, ja. Je voelt toch, jij bent degene die het kindje draagt. Dus weet je, dat, misschien dat allemaal meespeelt. Maar dat ik achteraf denk, joh, super onredelijk. Is echt nergens voor nodig. Maar dat, ja. En dat heb ik nu ook nog wel eens. Dat ik echt denk van, jeetje, waar maak ik me druk om? Ja. Doe even relaxed gewoon. Dat je, het fokt je gewoon echt op. Terwijl ik echt dacht dat het altijd onzin was. Ja. Heb jij nu last van je hormonen, denk je? Of... Ik denk dat ik op ik weet niet of ik een eerlijke antwoord daarop. Want ja, ik zou zeggen, nou, valt wel mee. Maar misschien moet ik het aan Beer vragen. Ja. Nou, maar nee, oprecht, ik denk niet... Ja, ik heb wel eens een emotionele moment. Maar ik heb niet dat ik denk van... Oh mijn god, ik ben zo hormonaal. Maar heb je niet dat je af en toe ineens echt dan echt kan huilen of zo? Echt om niets? Dat had ik heel erg. Ja. Niet echt. Dat ik een repetitie met de band. En ik heb echt tot hoogzwanger op podium staan. Ja, je hebt echt tot hoeveel weken? Tot 37 weken. Echt heel pittig. Ja, dus echt, ik was echt tonnetje rond. Ja, maar goed, dan heb je misschien ook een beetje zoveel gewerkt. Had je daar van tevoren niet goed over nagedacht? Of dacht je, dat gaat wel lukken? Ik dacht dat, dat ga ik helemaal rocken. Dat dacht ik echt. Van, nou, ik ga even laten zien dat ik dat kan. Trots, of niet? Dat super trots. Ja, echt. Nee, ik vond dat echt fantastisch. En dan deed ik daarna nog... Elke avond een meet and greet. Elke avond gewoon van 1,5 uur. Echt super. Als ik er nu over nadenk hoe ik dat heb gedaan... I don't know, maar oké, weet je... Dat... Maar ik weet niet, ik denk ook wel dat je het aanvoelt per persoon. Tuurlijk. Waar kon jij dat aan? En, nou, weet je, ik heb wel een paar keer echt gehad van dat ik dacht... Man, ik deed ook de Holland Sinkt Hazes nog in de Ziggo Dome. En dat waren dan 3 avonden. Oh, wow, ja, oké. Weet je? En, je hebt wel een beetje veel gedaan. Ja, dat was wel echt wel heel heftig. Ja, maar... Ja, dan deed ik repetitie met mijn band. En dan ging het even niet zo hoe ik dacht dat het moest gaan. En het was echt jank, hè? Ja, van ja, maar snapt dan niemand wat ik wil? Echt zo. Dan zei ik, nou laat me maar even. Jongens, take 5. Nee, dat zei ik niet. Maar dat zei ik niet in elkaar. Maar ik was echt super onredelijk. Dus, ja. Oh, maar ja, weet je? Ja, iedereen begrijpt het ook wel. Tuurlijk. Ja, nou ja, en het is wat en het is wel chill dat je dan met je vriend werkt die dan kan zeggen, nou, zo, dat, echt alleen daarvoor al, holy shit. Ja, wow. Ja. Ik ben echt ook gewoon echt nog verliefd of zo, weet je wel. Dat, op mijn vriend? Ja man, ja, maar echt. Ja, maar jij ook echt mega, want jullie zijn al, hoe lang zijn jullie al samen? 11 jaar bijna. Jullie hadden toch echt, jullie hebben elkaar echt op de middelbare school leren kennen, toch? Dat hij echt de hunk was en dat jij dacht... Oeh. Ja, in die periode. Hij zat op een school vlak bij onze school. Ik denk, ik kan hem echt niet krijgen. Maar ik dacht ook, hij is zo'n knap jongen. En ik wist van heel verschillende meisjes dat ze op hem zaten te aasen. Dus ik denk, ja, dat zal vast wel een player zijn of zo. Want het kan niet anders. Maar hij sprong er echt uit. Niet alleen qua uiterlijk, maar hij was heel relaxed en zo. En achteraf schijnt dus dat hij mij zag zitten, maar hij dacht dus dat hij mij niet kon krijgen. Oh, dat was heel schattig. En toen kwam ik erachter. En eigenlijk, vooral toen ik bij hem over de vloer kwam thuis, toen
ik zijn ouders en zo leerde kennen, dacht ik... Dit is dus totaal geen player. Dit is juist iemand die heel erg respect naar vrouwen en dingen... En toen dacht ik, dat kan niet. Nee. Die combinatie, nee, dat kan niet. Ja, nee, dat was echt heel leuk. Wat bijzonder. Maar wat schattig ook dat jij dacht, ik kan hem niet krijgen... terwijl je bent bloedknap. Dank je. Nee, maar ook dat hij dat over jou dacht, van ik kan haar niet krijgen. Maar ja, super hallo, hoe oud ben je? Ik heb hem ontmoet toen ik 15, 16 was. Ja, dan 16? Zit je wel net in je fase dat je echt... Ja. Ja. En hij heeft me dus verteld dat hij mij zag op het moment dat ik... Dat is wel grappig, want ik deed altijd dus mijn haar zeg maar zo helemaal in mijn helm. Want ik had heel veel krullen vroeger en heel lang haar. En dan deed ik zo mijn helm op, zodat als ik mijn helm afdeed, dat was mijn krullen mooi nog waren. Ja. En hij heeft mij een keer gezien dat ik afstapte van mijn scooter. En dat ik die helm afdeed en dat al die krullen er... En dat heeft hij zo onthouden. Oh, dat hij is wel af en toe zo'n mooi moment, een soort van slow motion van... Oh. En ik stond daar een beetje cool te doen. Yeah. Dat is wel grappig, ja. Dus als je haar maar goed ziet. Nee, leuk, maar echt leuk. En je hebt ook verteld, je komt natuurlijk echt uit een groot gezin, dat iedereen hem soort van meteen omarmde. Maar dat eigenlijk normaal in jullie familie, elke jongen die erbij komt, wordt toch echt op een stoel gezet. Ten eerste, hij was natuurlijk al heel vroeg bij. En hij is zo lief en attent en intelligent. En hij kan, Beer kan eigenlijk gewoon niks fouten. Heb je vader nog gekend? Nee. Die jongens moesten altijd zichzelf bewijzen, maar ook gewoon ondervraagd worden. Oké, wat is het ergste wat je bij een vrouw hebt gedaan? Wat is dit? Wat is dat? En heb je wel eens dit gedaan? Ja. En ben je wel eens dit? Heb je wel eens vreemd? Ze werden helemaal een soort van zenuwachtig. En sommigen konden het hebben, die gingen er grappig in mee. En anderen konden echt gewoon boos weglopen. Ja, ik heb natuurlijk zoveel zussen, ik heb heel wat zien komen. Met hoeveel zijn jullie? In totaal 8 zussen en 4 broers. Wow! Maar Nederland met 7, ja. Wow. Maar 5 wonen dus op Ibiza en 1 broer in Zweden. Maar dat is best wel lastig, want heb je dan met veel mensen een soort van... 8 en 4, dat is 12, gewoon 12 broers en zussen. Ja, waar je met mezelf 13, mee. Ja. Maar heb je dan met de een veel betere band dan met de ander? Ja, tuurlijk. Want kijk... Het is ook met leeftijd natuurlijk. Ik bedoel, ik heb nog wel met zijn huis gewoond toen ik klein was. Maar... Voelden ze wel zeg maar allemaal echt als broers en zussen? Als je Ja, zeker. Want je groeit met z'n allen in één huis op. Ja. Weet je wel, dus je onthoudt dat altijd. En je zussen worden ouder, die neem je mee. En, ja, ik was dan de jongste, maar ik luister al naar muziek voor die ouderen. Ik zag wat er gebeurt. Die gabbertijd was ik al vroeg bij, weet je wel. En... ik zag wat er gebeurde, maar het ding is... als je met zoveel bent, je hebt allemaal een eigen karaktertje. Daar kom Absoluut. Je niet onderuit. Nee, ja. Maar dat kan wel betekenen, je hebt dezelfde humor... je hebt dezelfde normen en waarden meegekregen in je gezin. Dus dat zal altijd hetzelfde blijven. Ja. Alleen, tuurlijk, de ene die trek je soms gewoon echt niet. Nee. En de ander die trek je altijd. En de ander die zie je minder. En de ander zie je wel altijd, ja. Dat is op zich ook wel weer echt... Ja. Sommigen zijn gewoon echt tegenovergestelde van jij. Dat je denkt, hoe kan dit? Want wij komen toch uit hetzelfde gezin. Gezin, je hebt toch ook dit... Hoe kan dit nou? Maar tegelijkertijd kunnen we dan wel weer lachen om dezelfde humor of zo. Ja. Weet je wel? Dat komt dan toch omdat je met elkaar bent opgegroeid. En je moeder die heeft natuurlijk gewoon 12 kinderen grootgebracht. Vraag je haar veel advies nu? Of hoe je het moet doen? Of... Nou, kijk, weet je, als je met zo'n groot gezin bent... en je hebt dan voornamelijk in het begin alleen je moeder thuis. Je voedt elkaar een beetje op, Je voedt elkaar op. Dus je bent al best wel snel... waren al best wel snel een soort van eigenwijze kinderen. Met ons eigen willetje en ditje. En dan ook nog een beetje Spaans temperament erbij. En, weet je wel, dus nu... je vraagt vooral van hoe heb jij dat ervaren? Ik bedoel, ze heeft zoveel kinderen gehad. Ja. En dan heeft ze dan in eentje, heeft ze allemaal hier in Nederland... Hoe dan, weet je wel? Dat vraag je je wel af. En ik denk dat als ik zo meteen zelf een kind heb, dat ik dat nog meer zal hebben. Yeah. Maar het is niet zo dat ik nu echt haar om advies vraag. Zo. Nee. Maar wij zijn ook best wel... Soms kunnen wij mijn moeder ook wel behandelen als een vriendin. En dan zitten we haar te adviseren. Nee, mam, nu moet je echt even dit doen. Ja. Een beetje zo meer. Heb jij dat veel, dat je dat in je kraam weet, dat je echt dacht... Ik moet mijn moeder bellen om te kijken hoe zij dit heeft gedaan? Of... Nee, ik had wel tijd... Voor de bevalling, dus het moment dat ik echt voelde, nu ga ik bevallen, wilde ik wel echt meteen dat Erik mijn moeder belde. Ja. Ik wilde er echt heel graag bij hebben. Ja, dat snap ik. Ja, toen, maar daarvoor, ik had wel zoiets van, nou, ik ga daarvoor allemaal zelf doen. Ja.
En ik dacht, de weeën doe ik zelf. En ik zie wel hoe laat ik dan de moeders bel. Want Erik's moeder was er uiteindelijk ook erbij. Maar ja, weet je, het heel gek. Mijn moeder weet ook heel veel niet meer van hoe het was met mij of met mijn broertje. Weet je, dat, dan zegt ze zo, ja, dat is zo lang geleden. Ik weet niet meer of jij wel of ik niet hoor doorsliep. Dit alleen maar van vriendinnen. En ik heb het zelf ook ervaren. Dat ik echt dan denk van, maar je hebt mij te groot gebracht. Hoe kan je nou niet weten hoe dit moet doen? Echt, je vergeet het. En ik merk het ook aan mezelf. Ja, want als iemand nu aan mij vraagt van, maar die eerste week. Een beetje. Ja, geen precies. idee wat echt, in de eerste week is gebeurd. Helemaal weg. Ja. Hoeveel krijgt, hoeveel is het eerste flesje van een baby? Geen idee. En ondertussen geïrriteerd op je moeder. Jezus, hè? Nog een beetje dat van, je hebt mij te groot gebracht. Hoe kan het nou dat je dat niet weet? Terwijl, vergeet het echt gewoon. Ja, nee, dat. En wij moeten nog even een paar kinderen af. Wacht even, die. Ja. Ja. Ja, ik geloof dat bij jou. Ja, maar ik heb het veel meer met dan vriendinnen of zo. Of hè, weet je, jonge moeders als jij ook. Dat je gewoon vraagt, maar hoe doe jij dat? Ja. Of, en dingen zijn toch ook anders nu? Absoluut, ja, dat eten, ook. Als je het nu aan je moeder vraagt. Ja, kind, ik had alles. Ja. Oh, ik rookte tijdens mijn zwangerschap en ik dronk 6 glazen wijn, hoor ik wel eens. Dat ik denk, als je dat nu doet, dan word je gewoon letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Hoe kan je zoiets achterlijks doen? Terwijl, dat is allemaal normaal geweest. Vroeger was dat ook gek, maar dat deden ze wel. Ja. Dus, dat is echt. Zo, en ook de kraamzorg zou ook, weet je, met flesjes uitkoken of spelen. Van ja, de ene zegt weer dat het wel moet, de andere zegt weer van niet. En een tepel is ook niet steriel, dus ga je dat dan met een spelen elke keer wel doen? Ja. Oh ja, ik zal je heel eerlijk zeggen dat zeg maar echt de flesjes uitkoken doe ik echt 1 keer in de week. Ben ik gewoon heel eerlijk. Ja, nou sorry. Ik heb er geen tijd voor, omdat dat ga je niet iedere ochtend. Echt, nee. Daar heb ik echt ook helemaal geen zin. Zelfs met speentjes. Het schijnt dat je om de 3 maanden of zo een nieuwe speen. Ja. Vender zit nog steeds aan speen van zijn geboorte. Die vindt hij heerlijk. Ja. Ja, nee, echt. Ja, als ze daar gewoon lekker op gaan. Ja, waarom zou je het dan aanpassen? Ja hoor. Ja, nee, dat heb ik precies hetzelfde. Ja. Ja, ik merk wel nu wel echt dat je echt dingen op je eigen manier moet doen. En dat het echt, ja, andere mensen kunnen het anders doen. Maar ja. Uiteindelijk voel je echt precies goed aan. Ik heb echt een dieve zekel eraan als mensen op Instagram ook tegen mij zeggen. Ja, ik zie dat jij. Ik had laatst een heel leuk filmpje van Fender die aan het duimen was in zijn bedje. En dat vond ik zo lief. Want gewoon mijn schattig. Van, je bent aan het. Snap je? Dat is een soort van ontdekking dat ze dat dus kunnen. Oh, en dat ze dat dan doen. Ik echt, mijn hart, die was zo lief. Hij was lekker aan het duimen. En ik vond het heel schattig. Dus ik had het op mijn eerste Insta-story gezet. Krijg ik een berichtje van een of andere zweverig, weet ik veel wat. Die dan echt letterlijk zegt, ja, ik zie dat de babyfoon boven zijn hoofd staat. Dat op oog met straling is dat heel. Denk, hou alsjeblieft even je fucking bek. Ja. Kijk gewoon even naar dat kind die lekker aan het duimen is, man. Ja, wordt maar er helemaal gek van. Al die adviezen, het is echt verschrikkelijk. Echt hoor. Terwijl zij waarschijnlijk denkt van, ik help er echt hiermee. Ja. Want dat denkt zij op dat moment. Ja, die zegt ik heb echt de meest gekke adviezen gekregen. Ja, ik zie altijd dat je dochter thuis nooit sokken aan heeft. Nee, omdat ze die binnen 1 minuut uittrekt en het is je bloed fucking heet. Ja, iedere dag binnen. Precies. Dus hou je mond dicht, weet je wel. Dat ik echt denk, je kind heeft geen sokken aan. Vind je dat niet een beetje raar? Maar ja, dat is natuurlijk wel lastig. Hè? Als je dit soort dingen laat zien, dan heb je mensen die zich mee gaan bemoeien. Ja. Dat blijft natuurlijk wel. Ja. Altijd zullen ze een mening. Ja, is dat ook zo, absoluut. Ja. Alleen, soms denk ik, is de vraag, waarom zou je mening verdelen? Of, constant. Waarom in, moet je dat, of het gaat ook vooral om de manier waarop. Ja, snap ik. Ja. Ik bedoel, ik heb namelijk ook wel eens wat ik dan weer heel positief vind. Als je in een bepaalde fase raakt, dat je dan zegt van, goh, de laatste 3 dagen is dan geen doen met slapen. Dat iemand dan een bericht stuurt, ze is nu ongeveer 5-6 maanden, waarschijnlijk zit ze in een sprongetje. Dat je denkt, hier kan ik wel weer juist wat aan hebben. Oh, ja. Dus dat iemand juist iets zegt waar je niet aan gedacht had. Dus het kan ook heel positief werken natuurlijk, dat je dingen deelt. Maar, en het gekke is toch ook wel dat, hoe grote hekel ik er ook aan heb, dat mensen zich bemoeien en noem het maar op. Zelf doe je het ook. Ja. Weet je, ik bedoel, ik heb mezelf echt voor mijn kop geslagen dat ik naar jou stuurde over van, ik lees nu een boekje over slapen, hè, even laten huilen, dit en dat. Misschien is dat ik dacht daarna echt van, wie de fuck ben ik om dat naar jou te sturen? Nee, maar ik vond het toen weer heel chill. Ja, maar voor jezelf geld had ik gedacht, waar denkt ze zich mee te bemoeien? Maar ik vond het wel echt oprecht heel chill. Maar dat is een beetje, kijk, jij vindt het dan toevallig heel fijn, maar ik had me zo voorgenomen, ik ga niet zo moeder worden, weet je wel. Want ik vind het echt fucking irritant. Ja.
weet je, en je vroeg er ook niet om of zo. Dus ik kom gewoon ineens random, hallo, dit, weet je wel, dat is gewoon echt irritant, toch? Ja, maar en toen dan ben je waarschijnlijk ook zo gewoon überhaupt... Ik wilde haar zo oprecht helpen. Dat is toch lief, ja. Weet je, want ik merkte dat bij Fender destijds gewoon, ik liet mijn kind echt niet lang huilen, maar ik merkte wel van... Oké, jij hebt soms gewoon even je momentje nodig. Je bent gewoon even... Je moet huilen. Ja, je moet gewoon slapen. Hel gewoon maar even. Doe je ding, weet je. Wees maar eventjes verdrietig nu, weet je. En, maar dat is toch goed, dat je ervaring... Eigenlijk is dat het, je deelt je ervaring. Dus wat iemand er dan mee doet, dat is dan niet geen. Ja, ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, dat is ook wel zo. Maar aan de andere kant, ook met andere dingen qua comments of zo... Eigenlijk denk bijvoorbeeld als je een avond naar de Voice auditie zit te kijken, ja, dan zeg je soms ook wel hele gemene dingen over iemand. Dan zeg ik, Jezus, nou, hier kan ik echt niet naar kijken. Maar ik zou dat dan bijvoorbeeld nooit onder een video tikken. Maar je denkt het verschil. Dat is het grote verschil, inderdaad. Ja. Dat als je met je partner of als ik met tegen jou, ik zie iemand lopen, kan ik ook zeggen, kijk nou even, weet je wel. Maar dat zeg je toch niet. Niet tegen die tegen iemand, zelf. Dat doe je nee, niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, klopt. Ik vind het soms wel lastig om... vooral inderdaad als het dan over je kind gaat. Dat je denkt, nou, hoe kan je daar nou iets van zeggen? Ja. Of, snap ik. Maar ik vind... Heb jij echt negatieve comments gekregen over Fender zelf? Nou, ik heb wel een paar keer gekregen van... jeetje, wat een lelijk kind. Dat. Ja, nou hier, dat vind maar dan, zo heftig. Dat vind ik echt heel heftig. En alles wat je over mij zegt, je mag me dik noemen. Ja, je mag me dat vind ik ook. Dat ik denk, ik kies ervoor... Whatever. I don't care, weet je. Ik ben een volwassen vrouw. Het maakt mij echt niks uit. Maar als je iets over mijn kind zegt... Wow, dat is een soort van mini-moordenaar, hoor. Dat is echt eng. Gewoon ik word daar al boos van. Ja, dat kan je dat nou zeggen, inderdaad. Ja. Ja, dat kan toch echt... Ja. Maar ik ben dan benieuwd, wie is die persoon? Wat voor zieke geest heb je dan? Het is gewoon altijd een Gea of een Gonnie met als profielfoto een boedel. En in een bio staat vaak van wees lief voor elkaar. Ja. Weet je, je schrikt er nog van wat voor mensen dat zijn, weet je wel. Ik heb soms ook wel eens, want het zijn gewoon mensen die helemaal geen volgers hebben. En ook eigenlijk dan niemand volgen, denk ik... Je gewoon een account aangemaakt om zo wie ben jij? Weet je, volgens mij ken ik jou gewoon. Ja. Weet je, wij een soort van fitty met elkaar. Ik weet niet, want ik heb nooit fitty met iemand. Het interesseert me ook echt niet. Nee. Dan denk ik, nou, volgens mij ben jij gewoon een bekende. Volgens mij ben jij gewoon iemand die ik ken en jij haat mij gewoon. Ja. En dan ga je zo gek zitten doen. Want waarom zou je dat anders doen als ik iemand niet ken? Ja, dan zou ik dat toch... Ja. Ja, ik ga even lekker een accountje aanmaken om onder jou te reageren van... Wat je nou echt het lijkt me alleen maar eng als het inderdaad als iemand is die je kent gaat. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat dan iemand is die je niet kent. Want waarom zou je nemen, dan wil iemand je toch kwetsen? Daar heb je dan toch een reden voor? Of je bent zelf heel ongelukkig. Dus jullie hebben dat allebei wel eens gedacht? Dat er iemand is die je echt absoluut. Ja, tuurlijk. Ja. Ook wel eens vermoedens of zo van mensen. Of soms krijg je echt van die gegronde haatreacties dat je denkt, nou sorry, maar precies. Dat, je moet gewoon weten hoe het hier thuis aan toe gaat of weet ik het wat. En dan ga je nu een beetje zoiets, dat denk ik dan wel. Ja, ik ook. Maar misschien word je er ook achterdochtig van, omdat Nou ja, het zou best kunnen als ze echt veel informatie... Ik heb vroeger een keer, ik weet niet eens meer hoe dat heette, zo'n programma waar je kudo's kon geven en zo. Ah, Sugar Babes, Sugar Dudes. Ja, in één keer had ik een profiel daarvan, terwijl ik had helemaal geen profiel daarvan. En diegene die wist alles uit mijn, privé. Ja. Dus die wist in één keer allemaal dingen te zeggen, echt dingen in de familie en zo, weet je, dat werd erbij gebeurd. Een overlijden en zo. Ging zelfs bij dat overlijden een foto van, ik voel me zo verdrietig of zoiets. Nou, toen ben ik zo geschrokken. En toen heb ik het aan mijn broer laten zien. Die werd zo lijp. Hij zegt, wat? En toen heeft hij dat sugarbase opgehaald. Dus het profiel is gelukkig ook verwijderd. Maar toen in één keer raakte ik... Toen vond ik heel naar. Heel naar idee dat iemand in mijn buurt die zoveel van mij wist, dit deed. Ja, dat hij denkt, laat ik even zo'n profiel maar dat... Ja, en dat is echt al... Toen was er dus nog geen Instagram niks. Hè. Dat was nog met hypes. Ja, met, tijdens hypes en zo. Het was namelijk echt voor mijn tijd. Ik weet dat het bestond, maar ik had geen profiel omdat... Nee. Toen uit begon te raken, toen kwam huis, zeg maar. Toen was ik 12 of zo, whatever, of 10. En toen, ik weet nog wel inderdaad dat dat bestond, maar dat is zo ziek, hè? Nou, ik wist niet wat ik vond het gewoon, ik vond het echt eng. Daar kreeg ik ook echt kippenvel van. Ja, maar goed, dat zullen je misschien nu hebben, net profielen of dingen. Nou ja, vast wel. Mensen zullen het nooit... Tenminste, er is nog nooit iemand naar mij op straat toegekomen om te zeggen... Ik vind jou zo'n kutwijf. Echt en ik haal het niet. Maar ik heb het wel vaak in de comments gelezen, dus ja. Echt. Echt nog nooit iemand die het midden in je gezicht zegt. Dat is leuk om een keer te onderzoeken. Gewoon een soort van detective-serie maken. Er is zo'n YouTube-kanaal waarin zo'n... hoe heet het nou? Dat ze undercover gaan. Ja. Van die Jeroen. En dan heb je bijvoorbeeld... stel je voor dat Rob mee zou doen. Het ook. Volgens mij is het... Ja. En dan doet
trok ze, weet ik veel, een outfit als stratenmaker aan. En dan gaan ze vragen, wat vind je van Roxanne Hazes? En dan zeggen sommige meiden misschien, nou ja, dat vind ik echt een kutwijf. En dan komt daarna Roxanne aanlopen van, nou, hoezo dan? Ja. Lachen. En dan worden die mensen helemaal ongemakkelijk. Ja, dat snap ik. Wel leuk, op hete draad. Ja, maar echt, maar het is zo gemeen ook, om dat soort dingen, dat sommige dingen die mensen zeggen, zijn echt... Ja, het is best heftig. En dan zo ongemakkelijk worden als je dan diegene dus tegenkomt. Dan denk ik, ja, dan moet je het ook zeggen ook. Ja, maar hoeveel mensen ook dingen over je zeggen die gewoon totaal niet waar ook zijn. Ja. Ik bedoel, ik heb echt wel eens ook dat ik onder dan comments lees op Twitter. Ik haat Twitter. Oh, Twitter is helemaal erg. Verschrikkelijk. Ik vind het heerlijk wel om te lezen af en toe. Maar sommige mensen op Twitter, als je dan op je naam gaat zoeken en je bent ergens in een tv-programma geweest. Dan moet je niet wat doen. Een dom kutwijk. Ja, dat is het enige doen. Wat ik lees op nee, Twitter. Dat echt... ja, Twitter is echt, want Twitter kijk, is echt, Instagram heb echt een volgers die jou bewust volgen wat ze het leuk vinden. Twitter is echt random. De meest zure gedachten van de hele wereld. Ja, ik had er ook een keer een reactie gehad en dan had iemand gezegd. Wat is er met haar hoofd? Ze lijkt wel misvormd. Toen, maar toch ga je er even over nadenken. Wat dan zo? Ik zou willen dat ik dat soort reacties krijg. Van mij zijn wel een stukje. Hè? Ja? Oh, wat zeggen ze dan? Nou, jeetje, even kijken. Ja, ik kan nou niet even 1, 2, 3... Maar zal ik gewoon eens, ik pak het gewoon eens even erbij, oké? Okay? Doe ik gewoon even random op mijn naam. Op ja, gewoon zoek op je naam. Gewoon zoek op jullie is natuurlijk nog veel meer het is echt mensen zijn echt gewoon helemaal wappie. Maar jij bent ook heel groot. Ja, jij bent ook wel op een manier bekend als in dat je al vanaf jongs af aan in de story en in de privé staat. Dat is ook best wel eigenlijk een soort van die nare hoek waarin mensen echt het meest slecht willen zien gaan en daar dan van genieten. Terwijl tegelijkertijd ook juist heel erg gerespecteerd. Ik bedoel, wie kent jouw vaders muziek niet? Ik bedoel... Hè? En jullie muziek natuurlijk ook. Maar het is gewoon... Ja, fantastisch. Ja, ik vind het echt heel leuk. Het is wel inderdaad de gerespecteerde naam. Echt dus gerespecteerd, ja. Maar toch wel altijd maar een beetje in die gas. Tuurlijk, ze willen wel die drama van je familie hebben. Dus nu, ik zit even goed te zoeken. Het is nu vooral over een nieuw haar, zeg maar. Dus, ja, maar je hebt iedere week een nieuw kapsel. Of iedere maand. Dan kunnen ze beter bezig blijven, ja. Nee, maar goed. Op het moment dat ik bijvoorbeeld meedeed met de slimste mensen of zo. Oh ja, nou, sorry hoor. Ja, dat maar dat kan je verwachten natuurlijk. Zo'n programma gaat iedereen... Ja, maar toch is het wel echt zo dat... ik bedoel, ik ben echt een trouwe kijker van de slimste mens. En daar gaan echt best vaak mensen gewoon in. Vooral veel vrouwen over het algemeen. Maar omdat ik uit een hele andere hoek kom, dus misschien wat meer de commerciële hoek... heb ik ook heel veel mensen die kijken om te haten. Ja. En die hopen gewoon dat je afgaat. En dan ga je af. Bij, en bij Connie van 44 had het ze niet uitgemaakt. Want dat is precies. Gewoon een lerares. Het interesseert je niet, weet je wel. Maar als jij dan degene bent die uiteindelijk afgaat... dan wordt dat op Twitter een enorm groot ding. En iets als een Telegraaf neemt dat dan over van... Roxanne Hazes blundert in de slimste mens. Denk ik, wacht even. Jij vindt dat ik blunder, omdat... Even gek, ik had bijvoorbeeld de meeste kijkcijfers met de slimste mens ooit. Yeah. Weet je wel, ik bedoel, dat, zo kan je het ook zien. Yeah. Yeah. Dan weet je gewoon dat er een soort van... Ook het is ook een spel, het is toch leuk? Het gaat toch niet om hoe ver je komt? Maar, nee, maar het is ook gewoon dat je dan weet... Ik ga er ook gewoon mensen kijken die... Oh, wil je haat hebben? Oh, we gaan natuurlijk naar Roxanne Hazes kijken, want ik ga vast niet goed komen, dat weet je wel. Hoezo denken ze dat überhaupt? Vind je niet dat het ook een negatief iets kan hebben? Dat soort van iedereen je natuurlijk kent van je vader. Dat ze dan denken, ze probeert het ook even. En dan op die manier dat ze erin staan. Dat je daarin ook al veel mensen moet overtuigen van jouw eigen kunnen. Ja, maar ik heb wel, gek genoeg, ik heb ook geen zin meer om te overtuigen. Als ik bijvoorbeeld ook kijk naar mijn eigen publiek. Het is een hele andere slag. Maar moet je dan altijd? Ben je daar niet al voor mee? Nee, maar misschien wel. Of misschien verwachten mensen dat of zo. Maar ik ben daar niet meer mee bezig. Je zit totaal niet in hetzelfde genre absoluut eigenlijk. Niet. Nee. En er zijn zeg maar een hoop fans van mijn vader meegegroeid. Ja. En ook een hoop fans hebben gezegd... Ja, nou je dag hieruit. Dit vind ik, hier kan ik niet tegen. Dit vind, ik heb echt heel bijzonder mooi publiek. Ook heel veel jonge, mooie mensen. Maar je maakt ook echt aparte muziek. Dus dan als je daarvan houdt, hou je er echt van. Ja, precies. Het is... Ja, niet het volksgenre waar ik zeg maar dan vandaan kom. En hè, in hoeverre je daar vandaan komt. Ik bedoel, ik heb mijn vader muziek gezongen. Dat is het enige wat ik kende destijds. Ja, maar ik heb nu echt heel mooi publiek. En daar ben ik echt dankbaar voor of zo. Dus ik heb bij hun ook niet het idee... Ik moet jullie
iets bewijzen. Nee. Of weet je, ik moet mezelf bewijzen. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Dat is echt een groot verschil. Super fijn. Ja. Eigenlijk hebben jullie best wel een soort van veel overeenkomst. Jullie werken allemaal met je vriend en jullie komen allebei uit de boek. Heb jij vaak het idee dat je moet bewijzen of dat mensen je associëren met je familie? Of... Nee, ik kreeg wel altijd die vraag. Terwijl ik kreeg de vraag of ik me niet veel moest bewijzen. Maar tegelijkertijd kreeg ik dus ook weer niet het idee dat mensen dat... Je doet iets heel anders natuurlijk ook. Ja, ik doe iets heel anders. Maar tuurlijk, in het begin heb je wel het idee, juist door die vragen van... Okay, dus kennelijk moet ik daar even over nadenken. Moet ik me mee bezighouden? Dus mensen zouden kunnen denken natuurlijk. Ja, tuurlijk ga je zo denken van okay. Want en in zekere zin heb ik ook wel wat aan gehad. Ik was niet een fysicist met een heel gek kapsel... Of een groene wenkbrauwen. Of ik ben ook niet echt een uitbundig typetje of zo. Nee. Dus waar ze mij kunnen herkennen is die achternaam. Want dat is iets wat mensen onthouden omdat hij bekend was. Dus dat was mijn voordeel. Omdat ik kon veel meer laten zien van wat ik kon. Ja. Of tenminste, de ogen waren er. Maar ja, het bewijzen komt er natuurlijk gelijk achteraan. Je moet alsnog goed kunnen opmaken. Tuurlijk. Want als jij daar, allemaal lelijke dingen had neergezet. En die BN'ers willen echt niet op tv met hun hoofd als het niet perfect is naar hun smaak. Nee, maar goed, dat weten dan heel veel mensen misschien niet. Hoe dat werkt en hoe dat gaat. Maar ja, ik heb er wel heel vaak gehad. Want daardoor heb ik gezien hoe die wereld is. Hoe het backstage eraan toe gaat. Ja. Weet je wel, de kleine kneepjes van het vak. Weet je wel, ja. En gewoon hard gewerkt. Ja. Ja, klinkt even heel cliché, maar het is wel zo. Want uiteindelijk wil je laten zien. Ja, maar als mensen zeggen, ja, dat heb je te danken aan je vader of aan je zus of weet ik het wat. Ja, hoezo? Want je hebt het toch zelf uiteindelijk gedaan. Het is niet dat je soort van de hele tijd op sleeptouw hebt meegenomen en dan maar daar iets mee. Nee, je hebt zelf een eigen carrière gebouwd. Nee, maar kijk, weet je, ik denk dat het altijd heel belangrijk is om te weten waar je vandaan komt en wat je DNA is. En daar mag je best dankbaar voor zijn. Maar het is natuurlijk niet zo van, ga jij maar even lekker achterover leunen en het geld komt binnen of zo. Zo werkt dat. Als jij niet kon zingen, dan werd er geen zingen verkocht. En dan kon je geen tour, geen show, niks doen. Snap je? Zo werkt gewoon. Je werkt gewoon super hard voor een hoop dingen. Ja. En dat het succesvol is, betekent dan dat je het goed doet. Absoluut. Want je kan natuurlijk ook denken, goh, ik ben naïef en ik blijf het lekker doen en het heeft geen zin. Maar dat is het niet, want dat houdt geen enkel mens uiteindelijk vol natuurlijk. Nee, maar zo is het ook. Ja. Ja. Nee, en weet je, je bent... Ja. Het fijne is dat je doet wat je leuk vindt. Dat is het allerbelangrijkste. Dan ben ik echt soort van de laatste jaren dat ik echt denk... niemand houdt iets voor als je niet leuk vindt. En dan soms als iemand iets doet dat ik denk... ja joh, dat kom op. Maar als je het echt lang volhoudt... betekent het gewoon eigenlijk wel dat het je ding is. Of dat je het in ieder geval leuk vindt om te doen. Ja, nou ja, good for you. Dan moet je het lekker doen. Ja. En dan uiteindelijk... je trekt het gewoon... soms van die mensen die... 20 jaar lang hetzelfde vak uitoefenen en er geen plezier in hebben. Dat lijkt me gewoon. Maar dat zijn echt... ook heel veel. En dat is soms ook wel heftig om te zien. Terwijl ik heb soms ook wel eens dat ik in de winkel loop en dat ik een vrouw zie en die is super happy en die werkt er ook al 100 jaar. Ja. Dan denk ik, wauw, wat relaxed als je niet zo ambitieus bent in je werk. Want het geeft ook heel veel. We weten alle drie dat het best wel veel stress kan opleveren. Omdat je steeds van jezelf weer een nieuw project nieuw wil. Je wilt dit, je wilt dat. En eigenlijk is het ook wel lekker als je gewoon. Niet dat hele ambitieuze. Ja. Ik bedoel, ik zou het niet kunnen. Wij zouden alle drie niet kunnen waarschijnlijk. Maar het is heel lekker als je je wereld zo klein kan houden. Dat je denkt, joh, ik werk hier en dat doe ik gewoon. Gewoon het voorspel. Ja, ik moet niet heel Jeetje. Misschien ben je lief zwanger. Godzalve. Nee, maar het voorspelbare leventje, dat... dat is soms best heel lekker of zo. Toch? Je koopt een huis en daar woon je 30, 40 jaar in. Ja, precies. En dan is dat gewoon je leven. Dat is toch ook lekker? Oh, heerlijk. Terwijl als iemand mij nu in dat huis zou zetten waar ik dan de komende 30, 40 jaar moet wonen... dan word ik gillend gek. Trek de haren uit mijn hoofd. Ja. En dan denk ik, hoe dan? Maar ik heb dus ook... Ik heb vriendinnen nu, die zitten heel erg in die... periode van, wat moet ik nou? Yeah. Omheen is de wereld perfect. Iedereen gaat er altijd maar op vakantie. Iedereen heeft de leukste jobs. Iedereen heeft de leukste vrienden. En dit en dat. Ze raken onzeker door het hele
het Instagram-gevoel. Terwijl mm-hmm. natuurlijk ook hun eigen schuld. Dus zij kiezen die bubbel zelf uit. Want ja. zij volgen alleen wie ze willen volgen. En als jij dat natuurlijk wekenlang elke dag voorbij ziet komen, wordt dat je wereld. Ja. Want jij denkt dat het logisch is om je make-up elke ochtend perfect te hebben. Of dat je elke avond met je vrienden uit eten gaat en naar de mooiste landen gaat op vakantie. Omdat jij die mensen alleen maar volgt. Mm-hmm. Dus ja. dat wordt jouw wereld. Je gaat ook niet voor de gein een wielrenner uit Brabant volgen. Nee. Omdat je niet into wielrennen bent. Maar ja, eigenlijk, die mensen zijn er natuurlijk wel. Ja. Ik bedoel, ik snap dat je het niet doet. Je creëert je eigen... Je creëert je eigen is echt, gewoon, het is echt waarmee je omgaat. Als je gewoon heel intensief met één persoon telkens omgaat. Ja, uiteindelijk word je een beetje elkaar. Omdat je steekt elkaar aan met dezelfde dingen die je leuk vindt. Of ik vind het vet. Ik eigenlijk niet. Oh, nou ja, misschien toch wel een beetje. En dan na 3 dagen vind je het ook ineens vet. Precies. Dus je creëert je eigen wereld die eigenlijk natuurlijk niet realistisch is. Ja, ik heb al 2 vriendinnen nu gezegd. Gooi heel even 1 week gewoon je Instagram van je telefoon af. Je hoeft niet meteen af te melden, geen profiel. Ja. Want na 1 week is het wel weer leuk dat je het kan doen. Gooi het er even af. En ga gewoon eventjes met de mensen om je heen genieten. Ja. Maak je niet druk. En dan hoef je ook niet meer te scrollen door die ding. Ja. Ga dan even filteren. Pak een paar nieuwe mensen erbij. Ja. Die je normaal daarvoor niet volgde. En refresh het af en toe, zeg maar. En dat helpt echt heel erg voor dat idee van wat... Kijk, want het is ook ter inspiratie. Mensen vergeten dat je mensen volgt ter inspiratie. In plaats van... Creepen, hoe slecht het met iemand gaat. Of, Weet je... Ik snap ook wel dat ze zeggen, maar het gaat nooit slecht met iemand. Nee, volg dan verschillende dingen of het nieuws. Of volg ook eens een keer een NOS-stories of weet je wel. Nee, is zo. En uiteindelijk inderdaad komt het echt... Ik merk de laatste tijd echt vaak dat ik denk, als dit niet mijn werk zou zijn... dan zou ik eigenlijk niet eens Instagram willen hebben. Dan is het toch hartstikke lekker om het gewoon lekker eraf te gooien. Heerlijk. Maar toch, weet je wel, ook dan denk ik bij zo'n Twitter... denk ik van, niet meer gaan zoeken op je naam, hoor. Want dan krijg je echt... Nee, maar het blijft leuk. En je doet het wel alsnog. En dan denk je, het moment dat je het leest, het is toch weer zo, Maar natuurlijk, mensen willen ook zien hoe andere mensen het doen. Ik bedoel, mensen vinden het leuk om een wereld te zien wat niet van hun is. Om gelijkenissen te kunnen spotten. En daarom is social media natuurlijk ook zo groot. Omdat alleen maar al deze dingen opeet van je. Heerlijk. Ik hou het wel gezellig. Ik vind het zo niet gezellig als mensen zeg maar niet eten. Ja. Dus dat ik nu heel veel praat. Maar maar weet je, ik bedoel, dat is het. Jij laat bijvoorbeeld dingen in je vlog zien wat je allemaal doet. En mensen vinden daar erkenning in. Dat vinden ze fijn, ze voelen zich vertrouwd. Oh, dat doe ik ook zo. Of oh, dat kan ik net. Hè? En dat is gewoon, dat moet ze ook kunnen doen. Op hun eigen tijd. Ja, maar ik denk wel dat het daarom ook zeg maar een soort van echt een ding is. Dat je, eerst dacht ik echt van kom op. Wie gaat nou zijn eigen leven filmen en waarom interesseert mensen dat? Maar mensen willen altijd een soort van een punt van erkenning of zich kunnen identificeren met iemand. En denken, hoe zit dat dan bij een ander? Of ben ik alleen in dit gevoel? Nee, dat ben je waarschijnlijk niet. Want er zijn nog 80.000 vrouwen die precies op dat moment zich hetzelfde voelen of zo. Ja. Dus gewoon zo gek. Hoe lang vlog jij al nu? 4 jaar, denk ik. Ik doe het nu 4 jaar, Ja, maar wanneer dacht je, ik ga nu toch, omdat het gewoon hot werd? Of omdat je echt dacht, ik wil laten zien wat ik kan of hoe je bepaalde dingen of trucjes... Ja, ik vind het altijd leuk om in mijn vak te delen van waar ik achter kom. Dat vind ik leuk om te delen. Dat heb ik ook altijd bij vriendinnen gehad. Dus ik dan iets heb gehoord van, wist je dat dit? Als jij me opmaakt, dan wil ik ook gelijk weten van, wat gebruik je dan nu? Ja. En hoe doe je dat? Ja. Ik vond het gewoon leuk. Ik vond het gewoon, echt het delen daarvan. Dus, ik had ook al mijn make-up boek al uitgegeven. Waarin ik ook helemaal... Ik kreeg toen in 1 keer allemaal fysicistes van... Ga je nou al onze geheimen weggeven, Echt? Toen dacht ik, er is iets dat heet social media. Er wordt best wel veel al weggegeven. Ja, je hebt gewoon hele accounts met tutorials. Ja, precies. En dat zijn natuurlijk niet altijd fysicistes uit het vak. Hè? Dat zijn vaak wel bloggers die het op zichzelf doen. En die weten hoe ze zichzelf met hun eigen gezicht en huid. En dat is heel wat anders dat je mensen kunt adviseren vanuit donker tot lichte huid. Of onrustige huid of dit of dat. Maar... Ik merkte dat mensen dat echt heel graag wilden weten. Ik begon eigenlijk net bij het Live for You met Carlo en Irene om die makeovers te geven. Dat vonden mensen heel leuk. Dus toen dacht ik, ik vind het leuk om te laten zien dat mijn gezicht ook best wel, anders kan zijn met make-up. Of tenminste anders. Je kan het echt veel frisser laten lijken door make-up. We weten het allemaal. Dus toen dacht ik, maar YouTube, ik was zo druk met reizen en alles doen. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga het gewoon eens filmen. Toen heb ik mijn telefoon op mijn raam geplakt, want daglicht is het beste licht. Ja.
Met gewoon echt plakband, wat helemaal niet stevig was. Want het flikkerde heet het naar beneden en dan was mijn standpunt weer anders. Maar ja, boeien, weet je. Dus ik ging gewoon door met filmen en zo en eten tegelijkertijd. Toen dacht ik, ja, weet je, ik gooi het gewoon eens op YouTube of zo even kijken. En toen kreeg ik zoveel leuke reacties. En eigenlijk ben ik toen pas gaan ontdekken dat YouTube echt zo'n community is. Yeah. En heel anders weer ook dan Instagram. En toen dacht ik, wow, deze vrouwen die gaan echt erop in. En die kijken het echt. En die vinden het super interessant. En die willen dit weten en dat weten. Toen dacht ik, oké, toen heb ik nog een paar keer met mijn telefoon. En Beer zet het dan op, want ja, ik ben helemaal atechnisch. Mm-hmm. En op een gegeven moment zei Beer, nou weet je wat, misschien moet je het dan ook gewoon goed doen. Want dit... met je plakbandje en je boterhammetje. De zon ging onder en weet je, het werd donker. En ik zat maar gewoon... ja, en toen langzamerhand hebben we zo uitgebouwd. Ja, echt leuk. Ja, heel leuk. Echt leuk. Leuk om te doen. En wat zijn jullie... Ja, want het is wel jullie. Jullie doen het echt samen. Ja. Hebben jullie nog leuke plannen voor in de toekomst of... Hou je het nu nog? Ja, nu hebben jullie natuurlijk sowieso een kindje. Ja, er komt een kindje aan. En er komt een nieuw boek aan. Oh, echt? Ja, ik ben want nu je hebt een make-up en hair gedaan, toch? Ja, ja, dit wordt een soort van heel handig boek met hele korte, snelle tips. Dus niet een labtekst van al helemaal te ingewikkeld. Gewoon oké, hele herkenbare situaties met meteen een antwoord erop. Van dit kan je doen en dit moet je niet doen. Weet je wel? En... Dus als je noemt een voorbeeld van als je... Het kan zijn van... ik ben net op de fiets gegaan, uitgelopen mascara, fuck, wat moet ik doen? Of het kan zijn, oké, ik heb een date en ik stink echt uit mijn mond. Wat kan ik even snel doen? Yeah. Want... Ik moet nu een oplossing hebben, weet je wel. Dat soort scenario's, echt van in het nu. Echt tot zweetoksels, tot stinkende mond, tot aan de smoesjes van waarom je niet zou gaan sporten en waarom wel. Ik ben benieuwd. Tot, ja, wanneer, dus nu nog een laatste touches. Wanneer is de planning dat het uitkomt? In mei. In mei. Oh, dus dat ben ik met verlof. Nou, inderdaad. ja, dat is echt heel leuk. En, maar ik ben ook wel blij dat ik nu met de laatste dingen bezig ben, hoor. Want teksten en zo, dat is toch allemaal weer veel werk. Tijdens, tegelijkertijd met alle anderen. Ja. En Rox, jij hebt natuurlijk een tour gedaan nog, tot je in je laatste dagen zwangerschap. En wat staat er nu allemaal op de planning nog? Ik ben eigenlijk in mijn zwangerschap ook alweer begonnen met een nieuw album. En ja, dus ik zit eigenlijk voornamelijk veel in de studio. En in het najaar speel ik in de grote zaal Paradiso, 11 oktober. Oh, dus daar heb ik heel veel zin in. Vet, man. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Yeah. En we gaan eigenlijk allemaal leuke dingen weer doen. Ik kijk gewoon heel erg uit naar weer het volgende album, weer een nieuw hoofdstuk. Het lijkt me zo moeilijk dat je al zo lang zelf bezig bent met muziek en de enige die het hoort ben jij. En je weet dan niet soort van wat het gaat brengen. Dus dan... Ja. Dat is het ook. Het is best wel een onzeker beroep, toch? Ja, echt. Dan ja. Schrijf je alles jezelf ook? Ja, ja. Wauw, wat cool. Maar ik vind het wel ook soms heel prettig om even iemand anders erbij te hebben die meeschrijft. Omdat je... Je hebt zelf dezelfde gedachten constant, toch? Ja, precies. Of waar je mee bezighoudt. Of wat er, Dus ik vind het soms heel lekker om een beetje andere invloeden ook erbij te halen. Ja, snap dus dat doen we dan ook. Maar ik vind het moet gewoon mijn verhaal zijn. Ik wil wel gewoon zelf dingen kunnen schrijven. Ja. Maar dat vind ik ook heel leuk. Super vet, super vet. Maar eigenlijk ook qua productie, hè. Produceren ben ik eigenlijk ook altijd wel bij betrokken. Ja? Dus, maar echte melodieën, dingen, dat bedenk je allemaal. Ja. Vet. Oh, wat vet. Dat is leuk. Dat vind ik echt leuk. Ja. Echt en jullie zijn ook allebei verloofd. Gaan jullie nog in de komende jaren? Ja, Eerst kinderen, hè? Ja, ik zou dit jaar dus gaan trouwen. Dat is een mooie. Thanks. Jij ook? Mooi. Oh, ik voel echt zo'n tutjes voelt me nu. Maar ja, dit echt. Nee, maar dit jaar dat gaan we toch maar niet doen. Nee. Het had gewoon door kunnen gaan, maar dan toch denk je, laten we gewoon voor alles ook de tijd nemen. Ja, en nou, is ook zo, want ik heb echt inderdaad dat je denkt, je hoeft het echt allemaal niet zo op te kroppen. Het is toch juist heerlijk om, al ben je 5 of 10 jaar verloofd en ga je daarna maar dat de, vind de ik ook wel weer heel lang. Ja, zeker hoor. Jij bent nog niet verloofd, hoor. Nee. Zou je dat leuk vinden? Ik denk dat ik verloofd zijn leuker vind dan trouwen. Ik zou het namelijk echt niet erg vinden om 20 jaar lang verloofd te zijn. Oh nee, dat heb ik precies hetzelfde hoor. Ik vind dat echt. Ik vind het heerlijk om verloofd te zijn. Ja. Ja. Ik vind dat gewoon leuk. Ook wel iets hebben. En ik vind, voor mij hoeft. Ik vind een bruiloft lijkt me een beetje ongemakkelijk zelfs.
Het ligt natuurlijk totaal aan hoe je het zelf invult. Maar er zijn echt meisjes die vanaf jongs af aan al denken... oh, ik ga laten trouwen in een mooie prinsessenjurk. En dat heb ik echt nooit gehad. Mm. Terwijl nu ik dan natuurlijk met Lars ben, denk je wel van... oh ja, ik zou het wel eigenlijk mooi vinden om met je te trouwen. Maar mij lijkt een verloving ook gewoon iets speciaals. Ja, dat is het ook. Het is echt, vind je niet? Ik vind het ook echt, hoor, dat het heel speciaal is. Ik vond het zo bijzonder. Maar ik hoef niet 5 jaar... Werd jij niet? Ja, ik ook. Hoef niet 5 jaar. Nou, Beer zegt altijd, luister, ik heb je gevraagd om met me te trouwen. Niet om 100 jaar verloofd te zijn. Ik wil gewoon dat je mijn vrouw wordt, weet je. Ja. Nou, dat zijn we natuurlijk. Ik bedoel, ja, we weten dat het goed zit. Ja. Ik bedoel, daar gaat het niet om, hoor. Maar ik wil dat je nou eindelijk eens een keer echt voor mij bent. Ja. Nou, ben je zot. Nee, ik bedoel, luister, natuurlijk. Dat zit allemaal natuurlijk. Altijd dat geflikt voor buiten de deur. Oh, nooit. Oh mijn god, dat zou ik echt zo nooit doen. Nee, ja. Dus dat komt volgend jaar. Trouwen. Leuk, spannend. Oh, ik ben er komende 10 jaar. Over 10 jaar. Nou, ik zou het wel heel leuk vinden, maar dat is wat ik nu heel erg voor me zie, is dat ik dan ga trouwen en dat ik zeg elke dag tegen Fender, mama gaat ook met jou touwen, zeg ik dan tegen hem. Ja. Ik doe altijd net of zijn stem al praat, maar hij kan natuurlijk nog niet praten. Hij zegt alleen, dat is het enige wat hij zegt. Dus ik doe dan alsof ik zijn stemmetje ben en dan zeg ik tegen mezelf, terwijl ik met hem ben, mama, ook laten touwen. Oh. Zo, en ik zie dus voor me dat ik dan met Erik ga trouwen en dat ik daarna als verrassing voor hem ook een klein ringetje voor hem heb. En dat ik dan op mijn knieën ga voor hem, zeg maar tijdens onze bruiloft. En dat ik dan ook een ringetje bij hem moet doen en dan een kusje geven. En dat ik zeg, dan zijn we voor altijd getrouwd. Oh. Dat zie ik echt voor me. Ja, maar dan moet het ook echt wel zo gaan. Als je zo voor, dus rijdt hij weg. Van, ik zou het wel leuk vinden als hij dan toch nog wel iets ouders moet. Moet hij op zijn minst kunnen lopen, hè, naar het altaar. Ja, precies, daarom. Ja, maar dat vind ik wel een ding. Want mensen zeggen, nou, ja, maar dan is hij er niet bij. Dat onthoudt hij niet. Nou, ja, vanaf wanneer onthouden kinderen echt iets? 4 jaar of zo? Ja, 4 geloof ik. Voor de rest van hun leven dan. Ja, en dan ben je misschien ondertussen. Heb je weer 2. Dus lullig dan weer voor dit. Ja, zo kan je aan de gang blijven om het uit te stellen, weet je wel. Ja, dat is waar. Dus het is altijd wel wat. Ja, ja. Ik bedoel, ik denk gewoon om de 5 jaar gewoon weer helemaal vieren. Ja. Weer een feestje. Ja. Nee, daar vind ik ook wel wat voor te zeggen. Ben jij eigenlijk al na je zwangerschap, of na je bevalling eigenlijk, een keer al echt goed dronken geworden? Ja, ik ook. Ja? Auto-nieuw. Holy shit, man. Wow. Ja, maar ik vind wel dat je... Ik ben alles aan het afwegen. Want als je een avond zeg maar niks hebt, denk ik ja. Maar ga ik dan nu ervan genieten dat ik kan slapen? Of ga ik mezelf nog meer moe maken door een avond te gaan zuipen? En dan de volgende dag nog brakker te zijn? En dan heb ik dus wel weer de zorg. Maar dus waar dan is de tijd gebleven dat je gewoon de volgende dag meteen eigenlijk weer kon zuipen? Ja. Ik moet nu gewoon 3 dagen bijkomen. Ja, echt een oud wijf soms worden of zo. Ja, ik heb dat ook echt. Ik vind het ook het allemaal niet meer waard. Want ik denk, joh. Nee, precies dat. Nee. Echt debiel gewoon. Ik was gewoon heel benieuwd naar of jij ook al een keer zo'n avond hebt gehad. Ik voelde me zo schuldig naar oud en nieuw. Oh. Ja, echt? Ja, nee, maar ik dit was bijna. Ja, maar dat is dan toch ook lekker? Dan is het na een half jaar eindelijk weer gewoon een soort van even jezelf. Is ook zo. En Erik was nuchter, dus ik hoefde ook even geen mama te zijn op dat moment. Maar holy shit. Ja, dit was echt gewoon weer 16 jaar zonder zijn psychiatrie. Ja, van goh, ik ga lekker een fles Malibu leeg drinken en daarna op de intensive care blok. Echt vies gewoon. Maar goed, ja. Ook leuk af en toe even zo'n avondje. Mis jij dat veel dingen die je moet laten in je zwangerschap? Want jij bent volgens mij sowieso niet echt een drinker. Nee, klopt. Ja. Nee, ik doe altijd heel gezellig mee. Maar ik vind het gewoon alcohol, ik vind het gewoon echt niet lekker. Ik kan niet wennen aan die smaak. Tenzij er een heel, heel zoet is, een cocktail of zo. Maar ook dan, ik ben geen echte drinker. Maar dingen missen. Ja, heel eerlijk, ik at al geen vlees meer een paar jaar. Dus dat ook filet meer kennen of filet of steak tartare of zo mis. Nee. Nee. Het enige wat ik wel echt lekker vond is tiramisu. Dat denk ik, daar heb ik echt zin in weer als zo meteen kan. Maar daar zit natuurlijk wel een beetje alcohol, maar ook vaak soms rauwe melk of zo, eigeel. Ja, maar alles wat je volgens mij in de supermarkt kan krijgen, mag je wel eten, ja. Nou, dat is echt een gedoe, hè. Daar ben ik dus ook achter, want het ding is, parmezaanse kaas. Mag je dat niet? Niet, je moet er goed kijken, want sommige staat gewoon op rauwe melk. Gepasteuriseerde melk, toch? Ja, nou, dat is goed. Gepasteuriseerd mag je. Ja, gepasteuriseerd. Maar als er rauw, het staat gewoon bij heel veel parmezaanse kaas rauw. Toen is het gewoon verpakt in de supermarkt. Echt? Ja,
Dus daar let ik nu ook op. Ik dacht dat elke kaas die je in de supermarkt krijgen was, dat wel oké was. Maar ja, kijk, de vraag is dan in hoeverre is dat gevaarlijk? Maar er valt altijd een discussie over de boeren natuurlijk. Nou, ja, precies. Ik zou nooit dat risico willen nemen. Ik neem dan maar geen kaas. Nee. Ik kwam er echt pas op het laatst van mijn zwangerschap achter dat je af en toe gewoon even lekker zalmpje mag. Hè? Gewoon zalm. Ja, als het gewoon van een goede visboer is. Dat wist ik niet, hè. Er ging een wereld voor me open. Echt? Ja, nee, dat heb ik wel gewoon gegeten. Ja, echt heerlijk. Ja. Heerlijk, maar dat, ik kwam daar ook te laat achter. En dacht ik, heb ik gewoon letterlijk... Een half jaar zelf. Een halve maand dit gewoon laten staan. Ja. Ik heb gehuild. Toen ik maar heb je wel cravings, andere cravings? Meer, of wil je meer eten dan normaal? Tijdens mijn zwangerschap? Ja? Oh, heel erg. Ik had het met... jalapeno pepers. Ja? Weet je van die groene jalapeno's? Jalapeno, ja. Of jalapeno. Dat, ja. Jalapeno! Jalapeno's. Oh, dat was echt... Die zat ik gewoon echt zo rauw te eten. Wauw. Dus dat stond ook op mijn rider. Of tijdens de toeren. Dat is een pot. Oh mijn god, ging je daar niet ontzettend van aan de scheid? Ja, wel. Maar ja, nee, dat was het wel waar. Voelt gewoon lekker. En sojabonen. Nou ja, je kan het erg hebben. Sojabonen voor mij. Ja? Ja, echt. En jij hebt die eigenlijk dingen die je nooit eet, maar nu ineens heel lekker vindt? Nee, ik heb dus wel in één keer, twee keer gehad dat ik in één keer leverworst zag liggen. Dat ik dacht, oh, dat lijkt me lekker. Heel raar, toen ik al jaren geen vlees meer eet. Nee. Maar dat heb ik dan niet gegeten. Maar ik heb nog niet... Kijk, ik was altijd wel van de cravings. Dus ik heb altijd wel gehad van... dan ben ik echt een maand verslaafd aan red velvet. En dan eet ik dat. Of de gele M&M's. En dan de maand daarna de blauwe M&M's. Ja, dat je echt gewoon momenten hebt waarop je ineens dingen heel lekker vindt. Ja, dus dat had ik al. Dus dat is niet heel erg nieuw of zo. Nee. Ik heb wel echt twee weken alleen maar kaas kunnen eten. Brood met kaas, 's avonds. Echt? Die geur, weet je wat ik niet tegenkom? No. De geuren van de Japanse keuken. Echt? Ja, een beetje die miso-achtige... Oh, ja, daar kon ik... gewoon alleen al het ruiken, als ik er langs liep, werd ik gewoon echt misselijk. Ja, echt. Nee, ik heb dat eigenlijk met... Ik had wel echt mega cravings. Gewoon echt naar alles wat ik niet mocht, maar puur omdat het niet mocht. Ja, precies. Dus het is gewoon van, je mag nu geen filet américain. Oh, ik altijd nooit op brood en nu wil ik het ineens. En dan na mijn zwangerschap heb ik ook echt heel veel, alleen maar rauw gegeten. Zo lekker. Alleen maar sashimi, steak op taart. Echt heerlijk. Alles wat maar ergens rauw op een kaart stond, moest ik gewoon bestellen. Ja, echt lekker echt, ook. Ja, heerlijk. Nou, ik ben benieuwd hoe je dus, je verder nog vergaat. En hoe je bevalling zou zijn. En ik wil jullie hartstikke bedanken dat jullie te gast waren in mijn podcast. Super gezellig. Jij ook bedankt. En hartstikke bedankt voor het kijken of het luisteren. Ik weet niet of je het op YouTube kijkt of dat je het op Spotify luistert. Maar als je op YouTube kijkt, dan staat de Spotify-link in de beschrijving.